Leiding geven is zo belangrijk voor onze mannen. En als wij dat niet snappen, ja. dan wordt de leiding genomen door een vrouw. En een vrouw wil. And is dat een bad thing? Dat is het ding. Ik weet dat nu ik dit zeg, dat er al heel veel vrouwen denken van... Hé, hey, er zitten feministen die kijken nu hun nagels yes. op tevreden en zeggen, die mooi boy Nino! Yes, we zijn weer op missie. En wat is die missie dan? Elke aflevering weer proberen de liefde beter te doorgronden. En dat doe ik dan middels anekdotes en persoonlijke ervaringen van mezelf en mijn gasten. En die gasten selecteer ik puur op mijn interesse in zijn of haar karakter of zijn of haar verhaal. Nino is zo'n gast. Mimang, als eerst welkom in Guinness Lovelight. Hata, thanks for having me. Doop dat je er bent, man. Doop dat je er bent. Uh, ik, ik ben geïnteresseerd in Nino you know, al een tijdje geleden, en, dat, en waarschijnlijk was ik nog laat. Dat mm. begon met Superheld, oh, wow. een pokoe van jou. Yes. Uh, en ik zeg waarschijnlijk was ik dan nog laat, want je was dan al lang bezig, alleen die hitte mij. Okay. Ik ga je iets eerlijk toegeven, ik ben zo'n oldschool dude die mm. uh, destijds zo erin zit van Nederlandse rap, niet voor mij. Mm. En dan waren een paar tracks die me dan hitten, hè? straattracks zoals die van Hef, Campy, yes. en toen kwam Superheld waarin je eigenlijk gewoon één op één hoort van... hé, hey, verhalen vertellen, net als pak, waar ik dus wel van hou. Yes. Maar dan in het Nederlands. Yes. Uh, is pak een voorbeeld voor je? Is zeker een, uh, wel, een dominante leermeester geweest in mijn muzikale proces. Moet wel ja, moet wel ja. Yes. <laughs> um, en dan ga ik dus een beetje kijken uh, uh, hoe jij bent. Uh, maar dat kan je niet helemaal zien in interviews... Of jij bent niet het type die op social media rans gaat, uh, nee. uh, niet in tekst, maar ook niet in filmpjes. Nee. Nee. Jou leer je het beste kennen door naar je teksten ja. te luisteren. Ja. Want daar ben je open. Ja. Daar ga je diep, gevoelig, kwetsbaar, alles. En dat is wat ik sowieso kan uh, waarderen in muziek. Mm -hmm. En nu is er dan toevallig ook nog rap -music. Uh, yes. Wat ik heel serieus neem. Dus als ik tegen jou zeg dat ik een beetje streng was tegenover nee, dit is een beetje die domme denkje, toch? Want Meerdere mensen hebben dat toen gehad. Ja, dus die moest zelf ook. Rappers rapper zelf ook? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Begon jij in het uh, Engels te rappen? Ik in het Engels. Oh, serieus? Ja, Amerikaans of Native American. Je weet toch, maar die accent van mij was niet daar. Man. <laughs> nee, 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 nee. Op een gegeven moment had ik iets van, <laughs> laat me wat anders proberen. Ah, ik ken die, ik ken die, ja. Toen ben ik gewoon met de tune van, uh, van THC mee gaan rappen en mezelf gaan recorden. Yeah. En toen hoorde ik hoe ik in het Nederlands klonk. En yeah. toen dacht ik van, dit gaat kunnen werken. Oh, wacht even. Jij zegt dus, je er mee met de toon van THC? Ja. Dat even zo uit mijn hoofd, daar hebben we het over 2006, uh, 7 8 Daarvoor ja, nog, man. Da of daarvoor nog? oké ja, ik okay. praat over 2004 of zo. Ah, ja. En dan was, het, was het, die, die tune heet uh, Een Hossel in de Morgen. Ja. Met, uh, met de Rox en Atje en Stony man op het refrein. Uh -huh. en ik rapte de first van Atje, hij heette toen nog heette die Adonis, uh -huh, uh -huh. en uh, ik had gewoon een opneemprogramma gedownload, yeah. koptelefoon op, die tune in mijn oor yeah. en alleen op record drukken gewoon, uh -huh. weet je, en dan hoorde je ook niet die beat erbij, je hoorde alleen je stem, maar ik ging gewoon terug luisteren en toen dacht ik van ja dit gaat echt kunnen werken, en toen ben ik gaan overgaan van Engels naar Nederlands schrijven en yeah. binnen twee jaar was ik eigenlijk waar ik wilde zijn. Yeah. 2006 begon alles voor mij. Juist, twee jaar. Ja. Was er toen al Nino in het begin? Ja. Ah, oké, oké. Okay, okay, in in okay. 2006 was ik, uh, teken ik toen bij Good Life van de Party Squad en uh -huh. won ik, uh, ik beste nieuwkomer award, uh, Urban Awards, uh, toch? Party People Awards. Je weet yeah, toch? Ja, 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 ja. Was ik op de box met Dat is die shit. Je weet ja. toch? Dus dat was voor mij wel van it escalated quickly. En nu, nu pas nu ik jou hoor praten, ja. zie ik dus van, hé hey, wacht even, deze man kan dus door die jongens die nu uh, uh, hun ding aan het doen zijn, als een legende kunnen worden gezien. In ieder geval uh, ja. uh, 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 niet eens een oude rot uit het vak, maar iemand uh, die ook deuren heeft geopend, zoals anderen een deur voor jou, uh, de deuren voor jou hebben geopend. Ja, ik zeg altijd, ik ben zeker niet de eerste, er waren voor mij genoeg namen. Tuurlijk, tuurlijk. ja. En uh, ik ken ze allemaal, en ik heb ze allemaal ook persoonlijk die props gegeven. Maar... Mm -hmm. Ja, iedere generatie inspireert weer de volgende, weet je. Dus natuurlijk voor anderen die nu bijvoorbeeld gaande zijn, hoor ik heel vaak uit hun mond van legend, legend. Ja, ja, ja. Is raar om te horen, maar. Maar legend? Ja. Dat betekent niet asamba, want je doet nog steeds je ding. Precies dat. Ik kan me voorstellen dat je denkt van dat je, dus twee gevoelens erbij heb van, wacht even, even mijn man? Ja, precies. Ik ben nog steeds je collega, hè? Rustig. Precies die man. Nee, dat is dope. Ja. Hé, hey, maar dat is die shit, dat was een hit, hè? Ja. Uh, 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 Nino. Van dat is die shit tijd, naar ja. Nino vandaag. Groot verschil. Groot verschil, hè? Ja, en tegelijkertijd ook weer niet. Uh, zeg maar de, de, de innerlijke persoon, waar je eigenlijk in het begin al in de intro over had: van als je mij leert kennen, moet je naar mijn muziek luisteren. Ah, ja. Ik ben eigenlijk bij hun gekomen door middel van een track die je hoorde. Dat nummer heette Alleen voor de Wereld. Mm -hmm. Die hoorden de Party Squad in de studio van uh, Zero31 Music. Dat is een producer die met hun in hetzelfde pand werkte. Yeah. En dat was gewoon diepgang. Mm -hmm. Inhoudelijk. Uh, praten over pijn en dat soort dingen. Yeah. En toen waren ze van. Ik weet niet wie het was, Jerry of Ruben van de Party Squad. Maar they were like: Wie is dit? Yeah, yeah, yeah. Weet je of wie zijn dit? En uh, zo is die meeting toen gekomen. Yes. En uiteindelijk werd ik bekend met Dat Is Die Shit. Maar Dat Is Die Shit is toch wel echt een commerciëlere... Klopt, bragging en al dat ja, soort dingen. Weet ja, weet je. En, en voor mij was het gewoon... Ik kreeg die hele track gewoon met een open verse gestuurd. Ik heb niet mm -hmm. in dat proces gezeten. Dus ik deed gewoon wat Was het tien bars of twaalf bars? Yes. En het ontplofte, weet je. Ja, dus ja, op een ja. gegeven moment werd ik bekend als die guy. Weet je, met de looks die ik toen de tijd al had. Ja. Weet je, dus ik kreeg wel een ander... Wat is dat, mooi boy... Dat ja, was een mooi boy met, ja, in die zin. <laughs> ja, je kan niet over jezelf zeggen, maar dat is wat werd gezegd. <laughs> ja, ja, ja. Je toch? Dus op een gegeven moment zag ik wel van joh, maar ik ben met die toepak type tracks, ben ik, <laughs> heb ik die deal gekregen. Juist. En nu word ik bekend met die, ja, die, die andere iemand. Oh, had je het gevoel dat je dan vast zat in een bepaalde stereotype? Ja, in, het, in het begin wel, man. In ah, heb je daar last van? Ja persoonlijk. ja persoonlijk. Ja, want ik ben een persoon van ik ben diep, ik ben ja, serieus. Ja, 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 als je één ja, 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 op één met mij zit, dan voel je me. Ja. maar als je me niet kent, en je ziet gewoon alleen dat. Ja. weet je, dan is het van, ja dan krijg je vooroordelen. ja 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 ja. en uh, daar had ik in het begin een beetje last van en ik wilde dat wel met de jaren corrigeren. dus ondanks je jong was. ja uh, ...werd je zelf niet verblind door die fame en die aandacht... ...dat je even nee, geen nee. aandacht meer had van... eet hey, maar dit ben ik eigenlijk. Nee, I never liked it. Nee, oh, you never liked nee, it. Nee, ik ah. ben een hele rustige, introverte persoon. Ja. En ik ben fans gaan krijgen, of luisteraars... ...door mijzelf te uiten. Ja. En waardoor hun iets konden horen en zien van hunzelf in mij. Ja. En op een gegeven moment ja, je, willen ze meer horen... ...maar op een gegeven moment willen ze je zien. Mm -hmm. En als ze je willen zien, dan moet je optreden. Mm. En dat soort dingen. Dat kwam allemaal bij kijken. Maar dat is nooit iets geweest waar ik echt van heb genoten. Yes, 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 yes. Ik kan zeggen, dat ik heb toevallig vorige week in, in de Dome gestaan. Ah, ja. En dat is de eerste keer in. Sowieso ik had ik negen jaar geen show gedaan. Mm -hmm. uh, of ook me, met redenen. Maar uh, daarvoor, al, alle shows die ik deed, was met alcohol. Hé, hey, maar shit. Uh, oh, om, om daar überhaupt te kunnen ja, staan. Ja, en hier, in de Dome was het de eerste keer. In zoveel jaren dat ik niet dronk, ik gewoon nuchter ben. Want en dan, daar ben ik nu wel. En dan niet je? gestimuleerd te hoeven zijn door wat dan ook ja, om daar net, te kunnen staan. Ik, ik hou niet van die. die te ik, veel mensen, te veel hey, energie. Geloof, hey, geloof het of niet, ik weet precies waar je het over hebt, Mima. Ja, ik, zal, ik zal heel eerlijk met je zijn, ik zeg dit normaal behind the Scene... en mensen die me kennen weten dit. Mm -hmm. uh, het was voor mij een offer om mijn kop voor de camera te zetten. Yes. Uh, uh, en ik moest zelf met mezelf praten door te zeggen: hey, hou op met dat ding een offer te noemen. Mm. Zorg ervoor dat je het leuk gaat vinden of doe het niet. Mm. En inmiddels vind ik het leuk om met mensen te praten zoals jou. Ja. Uh, en dat heeft vooral te maken met het doel. En dat is daadwerkelijk de liefde beter proberen te groeien. Maar dat is zelfliefde. Ja. Dat is jezelf leren kennen, zoals je zei. Want ik vind dat heavy wat je zegt. Mm. Want het kan gewoon misgaan als het een guinea wordt, een gewoonte, om te moeten drinken. Bij jou is het dan drank, bij anderen is het drugs. Ja, ja dat heb ik nooit gehad. Om te kunnen verschijnen. Ja. op je werk, want dat is wat het is. Eigenlijk wel. Eigenlijk <laughs> wel. Natuurlijk alcohol uh, zeg maar stimuleert wel het plezier hebben ervan. Dus op een gegeven moment ga je in die periode voor, voor als je wat jonger bent ga je geloven dat you're having fun. Yes. Weet Het wel, maar eigenlijk je drink gooien, je, 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 je het nerveus zijn weg. Ja. Dus, dat is het ging riel ik, wat je zegt man. Ja man. Ja. Zo ging ik shows doen. En, uh, maar hoe lang, hoe lang is dat doorgegaan? Ja, van het moment dat ik shows kreeg tot uh, het moment dat ik geen shows meer deed en dat ik ze afzegde. Ja. Dus, uh, maar het afzeggen was een gevolg van nee, wat nee, alcohol nee. ook met zich meebrengt, of niet? Nee, nee, nee. Het was, is wat gebeurd, weet je, je hebt, ja. je hebt het net over Superheld gehad. Ja. Um, ik wil daar niet te diep weer op ingaan, want dat heb ik vaak gedaan, maar um, dat was met Singa. Uh -huh. En Singa en ik is. deden eigenlijk bijna alles samen. Uh -huh. Eigenlijk nog steeds. Het gaat om muziek en optredens. En toen hij dus uh, een ongeluk kreeg, uh, toen stopte dat gedeelte voor mij. Dus het samen optreden was niet meer mogelijk. En ja, alles. En, en ja je bent eerst bij ben je broers en dan pas ben je samen collega's, toch? Juist. Dus ik ben helemaal in dat proces meegegaan. En, en dat heeft mij emotioneel wel echt even eruit mm -hmm. getrokken, weet je. En de ja. plezier om dan weer te vinden, van joh, ik deed het altijd met mijn mannen. Ja. En nu is me like, met twee maanden niet meer naast me. Ja. En het kan niet meer. Op die manier was voor mij van. Ik deed het al niet met echt plezier. Juist, juist. Waarom moet ik het nog doen? Voor money. Ja. Weet je? En maar zo dat ben ik het gaan afwijzen. Dat zeg ik zo over jouw karakter. Hè? Dat jij gewoon. Uh, je offert jezelf op om samen in die situatie te zitten, bijna. En waarschijnlijk, ik ken Zinga ik ken niet, uh, uh, zijn persoonlijkheid. Maar hmm. ik kan me gewoon voorstellen dat hij zegt. Maar ik had dat niet van hem gevraagd. En dat ja, nee, jij toch zeker. zelf besluit ja. om mee te gaan. Uh, we ja, doen het ja. samen, je bent mijn brada. Precies. Ja, ja, ja. 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 Oh, en zou okay. Ik zou ook zeker wel gewoon willen dat ik uh, gewoon wel gewoon mijn ding blijf doen. Weet je. De, uh -huh. die, die energy heb ik altijd van hem gevoeld, tot heden. Maar uh, het is meer gewoon een persoonlijk ding. Je hebt het ook over zelfliefde. Juist. Uh, ik wil iets doen waar ik mij goed bij voel. Mm -hmm. En dat moet ik weer even vinden. Met optreden. En dat ik laatst Sigoldom heb gedaan, Juist. moet ik eerlijk zeggen dat ik het weer heb gevoeld. Je ja, weet. moet alleen, wel, joh. Alleen nu heb ik wel iets van. Ik wil niet meer in club staan. Nee. Weet je, voor. Uh, <laughs> ja, toch? Nu ben je voorbij. Je zegt, wacht even, dit voelt no, no, goed. Nee, ik, snap, ik snap, ik kan niet <laughs> elke keer een ja, ik... volle Sigoldom ja. verwachten. Want ik was uh, no, uh, überhaupt te voorprogramma. Ja, ja ja, weet je, ja, ja. Shout out J ja, je ja, ja. boy Jay. Uh -huh. Maar. Um, het was wel een andere energie. Maar toch sta je daar, voor ja. programma of niet. Je staat daar, juist. je kan mensen in hun ogen kijken hoe ze juist. reageren op wat je daar hebt uh, gegeven. Juist. En dat heeft iets met je gedaan, denk Ja, en het is een ander publiek. Het zijn ja. mensen die op dezelfde uh, frequentie zitten als ik. Dus ja. qua bewustzijn, wakker zijn, juist, weten wat juist, er speelt in de juist, juist. wereld. De leugens herkennen van de overheid en noem maar op, ja. weet je. Dus... Oh, gaan we daar naartoe? Ja, dan gaan we. Alles kan hier, alles kan hier. Ja, man, dus... Dus dat, uh, dat is waar ik mee wil connecten. Juist. Yes. Oh, je wilt een ander publiek en je zegt. Hey, je voelt het. Maar behalve een ander publiek, was ook een ander Nino. Ja, niet een ander publiek, maar ik wil dat het publiek die er al is, met mij meegroeit. Ah. En als ik, uh, waar groei is, komen er nieuwe mensen, toch? Just, In just, elke just. situatie. Oké, okay, dope. Ja zie je? Dus dan is dat waar. Wat ik zeg, dat is die shit Nino. Ja. Nino vandaag hele andere toren. Precies, man. Maar leuk hoe je dat zegt. Maar, want uh, dat betekent, ik kan me voorstellen dat. Misschien kijken artiesten hierna en stiekem denken van... Ik heb dat ook, man. Juist. Yes. Ik moet me eerst drinken voordat ik de lol erin ga zien. Of, of het anders. is gewoon een levensstijl geworden, hè? Uh, Dat je blijft drinken, maar doe dat maar een jaar. En dat ga je merken, want als je jong bent, lijkt yes. je invincible. Yo, die katers zijn anders, man, met de leeftijd. Toch? Je weet toch, ja, man. <laughs> ja. Echt maar jij noemt de kater maar ook, die, die, die ik wil het als metafoor gebruiken, de kater wat drank met zich meebrengt. Want oh. hè, misschien word je agressiever, ja. uh, misschien word je arroganter, uh, misschien uh, heb je even geen oog voor de mensen waarom je zou ja, moeten ik moet geven. Zeggen, ik moet zeggen, de, de enige keren dat ik, dat ik vast heb gezeten, toch, en heb ik er niet over lijkt... Uh maanden of zo, maar gewoon dat ik ben gearresteerd ja, in mijn jongere jaren. Hé, hey, één uur is al te veel hè? zeg ik altijd. Precies, <laughs> en vooral in die, in, die, in die plek waar ze je zetten in het begin, Ja <laughs> Ja, yeah, <yeah>, toch? Yeah. <laughs> ik, ik weet waar je het over hebt. Yes, ah, ja. uh -huh. Dus uh, dat is inderdaad, alleen gebeurt uh, uh, na shows met alcohol op. Ja, toch? Omdat je dus wat je zegt, je wordt agressiever. Ja. Je, wat ik zeg, ik moest me in die periode af en toe bewijzen. Mensen yes. hadden een ander beeld. Wil je laten zien van, yo, don't fuck with me. Mm -hmm, mm -hmm. Weet je, en uh, ja, dat is voor een paar minuten stoer en daarna ja. komt die, die reality check. Toch? Ja, man. Ben je helemaal alcoholvrij? Ja. Oké, okay, we doen nu niet of je een drankprobleem had, maar is nee, het nee, toch nee. bijzonder om te zeggen... Ik drink niet. Nee, en ik dronk ook dat alleen tijdens gelegenheden. Dus juist, het was juist. Niet van, dus En jij had veel gelegenheden. Ja, ik had, ik had veel tijd. shows in het weekend. Maar geen maandag tot en met ja, ja, ja. donderdag okay, was, dat niet. dronk ik ja. niet. Ja. Dus... Uh, Doop, zie je? Ik begin een beetje in te zien wie je bent. Ik wil nog dieper duiken. En ik denk uh, dat voor elkaar te krijgen door even een paar uh, nummers voor jou tevoorschijn te halen. Wat oh, je man. hebt gezegd of die nummers zelf. Ja. En, en, en dan wil ik uh, dat jij erover uh, ja, vertelt. Wat het idee erbij was, het gevoel. Uh, of misschien specifiek een lyric die ik heb gekozen. Uh, okay. Vrees niet, ik zal niet reppen. Ik ga mezelf niet verschudsen. Niet vandaag. I niet op die manier, tenminste. Uh, 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 ik ga even duiken in een paar poko's van jou. Of, of in lyrics. Ja, dan moet je even voor me geven. Uh, ja, wat, doet het, uh, wat heb je me te vertellen erover? Dat is een beetje het right. idee. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar het volgende. Ik ga het beloven niet te rappen. Hè? Ik wil het bijna doen. Het jeukt. We gaan het niet doen. Uh, vond ik interessant. Uh, namelijk deze. Ik kon het niet hebben dat alles maar draait om winst en buit. Ik wil de liefde zien. Zij wil de uh, brieven zien. Wow, oké. Okay. En deze 100. komt uit de grootste comeback. Yes. Uh, 2020? Ja. Dat was een soort van comeback uh, moment voor jou? Ja, want ik was uh, een tijdje gewoon even. Dus wat ik zeg, uh, even on the low. Qua, qua uh, Hoe kwam motivatie? Oh, oh, niet gemotiveerd meer. Nee, gewoon even precies. Maar dat weet. hoor je ook in deze track, de grootste yes. comeback. Ja, dus yes. yes, ik heb zelfs toen had, heb ik uh, in een interview uh, heb ik gezegd van. Uh, was toen met Nessie, heb ik gezegd van, uh, ik stop ermee, ik ben klaar, weet je. Hm? En ja, om dan opeens weer terug te komen, moment teken ik dus bij Sony. En dan ja, dat was echt een. Maar wacht even, je slaat het over, want geen liefde meer voor jouw liefde. Nee, want rapper is jouw liefde, liefde neem, meer, neem ik aan. Maar je kan, je weet toch, je kan liefde hebben voor iets of voor iemand, maar toch afstand nemen. Is het geen liefde voor de game? Was uh, het de game die je irriteerde, niet per se de muziek, hoe dat uh, werkt? Want als ik, als ik kijk naar wat ja, ik net zei. Op de, het op, op, draait om uh, winst en buiten, inderdaad, ja. Ja, als, je, als we ingaan op wat je, wat je net voorleest, dan dat draaide dat puur om het feit dat ik gewoon zie dat uh, het, er gewoon een bepaald systeem is gecreëerd voor artiesten nu. Ja. Om bijvoorbeeld alleen maar elke keer de vrijdag releasen op Spotify. Ja, elke ja, ja. vrijdag, vrijdag. Gewoon, het is een bepaalde machine geworden. Mm -hmm. Weet je, het is, is lopende bandwerk geworden. En vroeger uh, dropte je gewoon iets wat je voelde. Je gooide het online. En het deed zijn werk. Er waren geen bepaalde regels voor. En uh, het werd gevoeld. Het werd gedeeld. Je moet zo zien. Al die jaren dat ik shows deed. Uh, al mijn muziek was gratis. Ja. Uh, van 2006 tot en met 2000. 12 heb ik nog nooit één cent gevraagd voor een liedje die ik uitbracht. Okay. En dat was zeg maar de prime time van mijn carrière. Juist, juist. Dus, en dan kom je nu in een wereld of de, of de wereld verandert en jij zit er nog steeds in. Laat me het zo zeggen. Yeah. Um, waarbij dat allemaal niet is. Als je nu young boys hebt die het willen maken. Mm -hmm. Direct is het van, hey, ik wil rapper worden, ik wil money. Mm -hmm, Weet mm -hmm. je, de hele mindset is anders. Yeah. Voor mij en voor mijn mensen, onze generatie was het van... Ik wil rapper worden, ik wil... Mijn boodschap delen. Juist. Mijn mensen inspireren. Mm -hmm. En dat is een beetje wat ik daarmee wil aangeven. Van het draait nu te veel om cash maken. De mindset van rapper of artiest worden is geld genereren via streams en views. Advocaat van de duivel. Want jij stapt in de music business, toch? Ja. En dus, dat is de music business. Anders moet je muziek maken in je kamer. Wat zeg je nee, daar? want ik vind dat je als artiest. Uh, een verantwoordelijkheid dragen. Iedereen heeft talent. En talent draag je met verantwoordelijkheid. Als je nou een kapper bent, je, je fixt iemands haar, je inspireert een persoon om er goed uit te zien, zich beter te voelen. Of je nou broodjes bakt. Jij staat bij die bakken, maar je maakt... Je zorgt dat er, dat er eten is voor een heel gezin. Weet je, je, je moet mm. met je verantwoordelijkheid, met je talent verantwoordelijkheid dragen. En als artiest wordt dat nu tegenwoordig, wat je zegt, te veel gezien als het is just business, but it's not. Het yeah. It is eerst verantwoordelijkheid en daarmee kan je ook geld verdienen. Dus ik zeg niet, je moet alleen maar een real artist zijn en don't make money. Ik zeg doe beide. Ja, ja, Zo, ja. Maar ik mis dat laatste gedeelte. Er is te weinig verantwoordelijkheid. En daarom heb je het gevoel gehad in 2020 van, nee, dan moet ik terugkomen. Als zij niet doen, dan moet ik het weer gaan doen. Yes. Juist. Ja? Yes. Oké, okay. nee, dope. Ja. Behalve dat uh, het draait allemaal om winst en buit, zei ik ook. Ik wil de liefde zien. Mm -hmm. Zij wilde brieven zien. Juist. Yes. Dat zegt veel. Dus ja. dat was, je had het over een uh, situatie waarin je zat. Nou, gewoon, dat is geïnspireerd door ja, de situatie. Ja, over je zat. het algemeen. Van, ik ik, ik hecht meer waarde aan tien DM's, uh, die mij, waar, van tien verschillende personen die mij vertellen dat mijn teksten hun leven heeft veranderd of hun leven heeft gered. Want ik krijg letterlijk dat soort berichten, wekelijks. Ja. Uh, dan dat ik waarde hecht aan. Uh, laat we zeggen. Uh, hey, 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 je bent lekker man, uh, Nino van Zandt. Je lekker man. Ja, maar, ja, ja, ja maar, maar dan aan iets financieels. Ja, Snap je? Ja. Like, oh, uh, tien mensen die mijn album hebben gekocht. oké, oké, oké. Ja. Dus ik heb liever dat. Ja. En dat is, maar dat is de persoon die ik ben. Ik kan begrijpen dat niet iedereen zo denkt. Weet je wel, maar dat, is, dat verantwoordelijkheidsgevoel wat ik draag, is misschien een, verantwoordelijkheid, een gevoel die niet iedereen heeft. En ik ook niet per se hoef te hebben. Maar, ja. maar dat is gewoon wie ik ben. Ja. Weet je dus. Um, je zei al, je bent introvert. Mm -hmm. En persoon die best wel de diepte opzoekt. Maar dan ben je dan wat jonger. Ik ga toch terug even naar uh, die tijd van dat je zei van je was. 2006, 2012. Dat was ja, je ja, ja. climax als het gaat om populariteit, yes. zeg maar. Uh, Jij werd op een bepaalde manier gezien. Ja. Uh, je wil het niet zeggen, maar mooi boy. Je, ho je hoorde het. Mm -hmm. uh, uh, dus er kwam ook heel veel. Uh, we gaan dadelijk uh, terugkomen op energie. Want je is all about energy en spiritualiteit. Ja, maar hoe, was je dat toen al en hoe ging je er toen mee om? Want ik heb het hier over. Er komen dingen dan op je af die mooi eruit zien mm -hmm. en lekker lijken op dat moment. Mm -hmm. Maar al dat soort wijven. Hmm. Uh, die naar jou toe komen. Uh, om één ding eigenlijk. populariteit. het zou niet, uh, niet te begrijpen uh, zijn. als je daar niet in mee zou gaan. Ging je daarin mee? of zeg je van. ik had toen al door van. op zo'n leeftijd van. hé hey, joh, dit is niet eigenlijk. dit ja. is niets man. Dat had ik wel al door. Ja. Had je hem door? Serieus? Ja. Oké. Okay. Ja, ik voelde wel al uh, heel snel van. Dat, uh, weet je wat het ook is? Als je dus zelf niet zo houdt van. Dus als je introvert bent, daarom ja. Uh, en in de liefde ben ik ook een persoon van ik moet mij echt mijzelf kunnen zijn. Ik moet echt eerst aanvoelen mm. voordat ik mijzelf openstel. Dus als een persoon iets met mij wil of wilde, um, moest ik mij eerst comfortable voelen. Als ik al snel merkte of hoorde dat die persoon iets wilde met mij, omdat ik. Nino ben, mm -hmm. was voor mij een lekker afgeleid. afkeer gelijk. Ja, gewoon red flag. Oh, oké. Okay. Dus ik hield, dat, ik hield dat zo ver mogelijk weg. En ik moet ook zeggen dat ik in relaties heb gezeten in de tijden van mijn carrière. Dus mm -hmm. dan ben je ook al gewoon van je doet dat niet. Snap je? En uh, dat speelt ook gewoon een, een rol. Oh, dat heeft je geholpen dat je niet in een, een of andere ja, scandal ik, terecht bent ja, gekomen? Ja, stel ik was al die tijd single toen ja. ik. Dan had ik, had ik wel wat. Wat, ja. Ja, toch maar. Wat, wat op dat moment een groot feest lijkt... maar als je me omschrijft hoe jij in elkaar zit... dat voedt jou niet. Nee, dat echt doet, niet. Dat voedt jou niet. Nee. Ah. Sexual energy is... Ja, of daar gaan we misschien straks naartoe. Sowieso. Dat, ja. dat, is, dat is iets waar ik gewoon nu wel heel bewust van ben. En toen ja. denk ik onbewust van was. Maar toch wel Juist. kon voelen. Je, 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 je ja, kan aan het zeggen, Ik zei wat je nog niet kan vertalen ja, aan jezelf. Omdat je bent gewoon te jong. Er zijn te veel uh, prikkels en uh, afleidingen. Yes. Uh, van jouw pad af. Nee, maar toch dood dat je in ieder geval een beetje daar was. Jammer. Uh, maar. dat zeg jij, je moet het eerst kunnen aanvoelen hè? In, in relatievorm mm -hmm. of in contact met een vrouw überhaupt. Mm -hmm. Maar dat klinkt als tijd, alsof dat tijd kost. En niet iedereen is uh, ready om te investeren, uh, zeker niet op een jonge leeftijd, yeah. van... Let's take time. Get to know each other. Wat jij leuk vindt. Wat jij... Uh, ja. Heb je daar last van gehad? In relaties. Want het is niet makkelijk, of misschien ligt het aan mij, misschien kijk ik verkeerd, is niet makkelijk om dat soort type uh, vrouw te vinden. Nee, of ik er last van heb gehad, nee, met, nee. nee, eigenlijk niet. De kijk, juiste komen wel op je pad, dus die in lijn zijn met jouw ja, manier precies, van denken je. en ja, je goeie, aanvoelen. Yes, op een of andere manier. Kijk, nu begrijp ik het beter, maar uh, als je op een bepaalde ja, level of frequency zit, ja. dan krijg je gelijkgestemden je ja, Op diezelfde frequency met je gaan matchen. of ja. die je tegenkomt. het manifesteert. Mm -hmm. En dat gebeurde. En ik ben gewoon altijd een persoon geweest. van uh, lange relaties en serieus. Ik okay. hou niet van snel en, en, en losse dingen. Dus ja. uh, dat hielp ook goed voor je. voor mij in die keuzes maken. Ja. Yeah. Good for you. Good for you. Oké, okay, volgende. Ja. Zij doet alles zelf: de huur en werk. voor haar kleine zorg voor haar kleine zorgen, maar toch blijft ze sterk. Yes. En dat komt uit mijn favoriete pokoe, Superheld. Ja, ja toch. Die pokoe die me vibes gaf van, hey deze man is een storyteller. Hij waarschijnlijk you. naar pak geluisterd 100. en vindt het niet erg om zijn als rapper, mm. als stoere rapper, mm. kwetsbaar te zijn. Dat is stoer. I love that song. Ja toch, thank yeah. you man. Uh, vertel me over Superheld. Superheld is uh, is uh, sowieso gebaseerd letterlijk in uh, figuurlijk op uh, het verhaal van mijzelf met mijn moeder mm. en uh, of eigenlijk het verhaal van mijn moeder en ik een kind van haar en uh, ja ik weet ook gewoon dat er heel veel mensen zijn die in diezelfde situatie zitten uh, ik heb zelfs onderschat hoeveel alleenstaande moeders dit zou inspireren ik wilde mijn verhaal delen en ik wilde mijn moeder uh, een ode aan je moeder? Juist, yes, een yep. ode aan mijn moeder. Mm -hmm. En uh, ja, dat het zo heeft uitgepakt, ja, yeah, I'm still very Dus, dus jij had niet door dat je ode maakte aan heel veel moeders, pas toen je de reacties zag ervan? Zeg, maar, zeg maar, mijn, mijn ziel tijdens het schrijven, die voelde wel van, dit doe ik voor iedereen die, dit, die zich kan uh, relaten. Ja. Maar ik verwachtte niks. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uiteindelijk was het toch persoonlijk en, uh, tot de dag van vandaag hoor je nog steeds mensen over die trek? Elke dag, man. Toch? Ja. <laughs> ja. ja. Dat die op Van X ook zo dik ging toen de tijd was, uh -huh. voor ook uh, great. Kijk, je bent nu zoveel jaar verder, je bent een volwassen kerel, hè? maar ik denk dat mensen zich nog daarin kunnen vergissen en misschien jij zelf ook. Maar uh, als je denkt aan die struggles van je ma, zoals je ze omschrijft in die uh, poko-superheld. Kan dat je, je nog steeds pijn doet als je teruggaat? Of zeg je van uh, nee, dat hebben we verwerkt? Ja, ik ben wel echt iemand die dan loopt met pijn en het dan opschrijft en dat is het verwerkingsproces. Ah, dat is jouw therapie. Juist. Yes, dus ja, 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 ja. ik kan nu eerlijk zeggen, ik heb dat echt verwerkt. Ja. En ik begrijp het leven beter. Ik begrijp ook dat we dingen moeten ervaren om te worden wie we zijn. Ja. En dat things don't happen to you, they happen for you. Weet mm -hmm, mm -hmm, je? Mm -hmm. en, en ja, dat man. Maar wat is jouw moeder's reactie dan op zo'n pokoe? Superheld. Ja. Sowieso uh, tranen. <laughs> Sowieso, ja. <laughs> ja. Kan, kan moeder is ook gevoelsmensen. Dus uh, maar je hebt het van je moeder? Uh, ik, ik, ik Van mijn moeder en vader. Toch wel? Ja. Okay. Okay. ja en van mezelf? Ja. Oké. Okay. We, we weken net al een beetje uh, af naar uh, het volgende, want je hebt een hele pokkel geschreven. Over een uh, spiritual mommy. Mm. Uh, we kunnen praten over de diepste dingen. Juist. Uh, geen midweg. Geen midweg. Dat, dat, als ik het goed begrijp, betekent dat, luister, ik heb geen ruimte uh, uh, voor andere dingen als het niet diep is. Gesprekken, convo's die ik met de vrouw kan aangaan. Dat is heel belangrijk. Ja. Ik ben een spiritueel persoon, dus ik moet mijzelf kunnen zijn. Ja. Als jij jezelf niet volledig kan, uh, of als jij jezelf laat zien en je wordt niet begrepen, mm -hmm. dan ga je settelen voor les toch. Dus uh, dit, is, dit is zeker een, 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 een ja, hoe zeg je dat, een motivatietrek voor mensen ook die op die spiritual level zitten en ja, ja. die ook gewoon hier zichzelf in kunnen identificeren van oké, okay, like mensen begrijpen dit. Ja, ja. Weet je? Dus, uh, ja je moet in, uh, als, je op, als je op die spirituele pad bent, om het maar zo te noemen. Mm -hmm. Uh, of het een pad is, weet ik niet. Het is gewoon wie je bent. Maar uh, dan moet je iemand vinden die alles van je begrijpt op dat gebied: alles? Alles. Maar we en gaan anders, niet even blijven hangen. En anders openstaan ja. om te leren. En wel de uh, zeg je dat, capability hebben om het te kunnen absorberen en, uh, en, en leren. Niet dat je voelt van, oké, okay, I'm just expressing myself, maar die persoon begrijpt het niet. Weet je, dat is, dat is moeilijk voor iemand die, die zichzelf wil laten zien. Yeah. Van het diepste van zijn eter, zeg maar. En ja, uh, yeah. dus de spiritual mommy is, is wel belangrijk in het leven van een spiritual man. Dus, dus jij, jij moet een spiritual mommy hebben. Uh, uh, de, dit is eigenlijk dan mijn vraag: vraag ik me af. Je vindt dan een, een vrouw uh, waarbij al, heel veel klopt, hmm. weet je, oh, goeie vrouw. Alles klopt. Alleen zij is wat nuchtiger en aards dan jij. En is... is heb je, je, je hebt dat meegemaakt? Nee, 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 ik heb het antwoord voor dit. Oké, okay, oké. Okay. Dan uh, kan je kiezen. Toch? En dit klinkt yeah. misschien heel erg like ego, maar dat bedoel nee, ik echt niet van... We luisteren. We van we luisteren. Of maar zo, je weet toch maar... Dan kan je kiezen om met zo'n persoon, en niet man of vrouw, maar kan beide kanten op. Mm -hmm. Als jij daar bent en hun zijn meer aards, dan kan jij kiezen om die persoon te guiden en nog meer te gaan leren, te laten groeien. Maar je moet ook rekening houden met de consequentie dat die persoon is, wie die persoon is, op het moment dat je die persoon leert kennen. Dus dat je op een gegeven moment in een fase kan komen van, je voelt mij niet. Je begrijpt mij niet. En dat kan gaan frustreren op een later termijn. En dan ben je continu maar aan het tillen. tillen mm -hmm. Wat energie kost. Heel veel energie En je kost. kan de persoon ook niet blamen, want je wist dit van tevoren. Yeah. En... Een persoon heeft zijn eigen of haar eigen journey en snelheid in groei. En daarom geloof ik bijvoorbeeld ook dat zielen hebben verschillende ja, leeftijden, om dat zo te zeggen. En dan heb ik niet over getallen, maar je hebt jongere zielen, je hebt oudere zielen, die gewoon wat meer ervaring hebben. En daar moet je heel kieskeurig mee zijn als je een partner kiest. Ongeacht dat alles klopt, tenzij je kiest voor de rol om die persoon te guiden. Mm -hmm. Dat zo zie ik dat. Maar, is er maar kijk, je zegt dat is belangrijk. Je zegt het twee keer dat guiden. Mm -hmm. Maar je hebt zelf al door dat je zegt: pas, uh, begrijp me goed. Niet om arrogant te klinken. Ja. Van ik weet het beter en ik ga jou even laten zien hoe het leven eruit moet zien. Op het spirituele gebied wellicht. Op de dingen waar ik ervaring mee heb. Maar als ja. het dan gaat om aardse dingen misschien ja. ben ik wel zo spiritueel dat ik een beetje lacking ben in dat een vlek heb voor bepaalde dingen ja en dat die persoon waar jij dan weer kan worden aangevuld Juist, ja. kijk ja dus dat het is het like, ik ben beter met alles Juist. ik ben verder want mijn ziel is ouder of whatever Juist. het is gewoon van dit is mijn specialiteit mm -hmm. en hier zoek ik een gelijke in ben je dat niet dan kan ik je helpen groeien en tegelijkertijd leren we van elkaar blijft een leerproces elke ervaring die je met iemand uh, aangaat is een leerproces mm -hmm. maar ja Kies, zorgvuldig. Heet. Want kijk, jij hebt de overtuiging dat uh, een spiritueel leven leiden. Kijk, als je spiritueel bent, dan is het voor jou klinkt dat raar allemaal. Spirituele reizen en dat soort dingen. Je denkt, je bent het gewoon. Sterker nog, iedereen is het. Jij ook. Ja, ook jij nuchtere persoon. Yes. Dat is waarschijnlijk hoe jij erin zit. Yes. Maar het gaat erom de consciousness. Hè? Bewustzijn ja. ervan. En, en dan nog een andere stap. Uh, ermee aan het werk gaan. En uh, levensstijl van maken. En bewustzijn van al dat soort dingen, waardoor je uh, goede keuzes kan maken. Am there too. Yes. Maar ik sta ook open voor beelden van andere mensen. Uh, en één ding is sowieso een feit: het maakt niet uit als je spiritueel bent, uh, bepaalde geloof, beleid of wat met jou aan de hand is. Wat nooit een goed idee is, is een ander proberen te veranderen. Nee. Met al je goede bedoelingen. Juist. Uh, nee, veranderen niet, maar uh, dat bedoel ik ook absoluut niet. Het is meer gewoon ervaringen met elkaar opdoen en van ervaring leer je toch? Ja. Bijvoorbeeld als wij, als, 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 als wij samen naar een uh, restaurant gaan en ik bestel iets wat ik ken en ja. jij bestelt iets wat jij kent, ja. maar ik ken niet wat jij kent. Uh -huh. Ik ben niet aan het veranderen als ik je vraag om een hap te nemen van. Check it out. Ja. Misschien, misschien, misschien iets meer. I just might inspire you <laughs> om, jouw, om jouw voedingskeuze uit te breiden. Ja. Weet je, dat bedoel ik meer. Het uh, is dus niet van, uh, like, eet mijn brood alleen, anders okay. werkt het niet. Ja. Weet je? Of eet mijn, mijn gerecht, snap je? M maar eerlijk, maar als uh, iemand die zegt van, joh zeverig gedoe, dat gaat nooit werken. Dan gaat het nooit werken. Dan gaat het nooit werken. Nee. Okay. Just... Maar wel een good person? Ja, ja. ja Qua precies. karaktereigenschappen, kijk bijvoorbeeld, uh, uh, ben je ambitieus? Ambitieus? Ja? Yeah? I guess. Ik zit ook hier ik graag, ja, toch? ik hier wil zijn. Oké, okay, ja, oké, okay, dope. Ja, ja. Dus je bent ambitieus, je hebt ja. ook bepaalde uh, dromen en zo. 100. En die dame zou dat ook hebben. En die heeft ook de capabilities. Uh, ze heeft ook de karakter van. En ik wil mijn man steunen daarin. We gaan samen. Dus uh, dat soort mooie dingen die niet vanzelfsprekend zijn. Alleen ze vindt wel. Je man... Beetje zweverig. <laughs> dat ja, dus dus ja. gaat gewoon. Ja, nee. Gaan niet werken. Dat weet je gewoon. All due respect. Je ja. kan, kan dat offer maken dat je zegt: Ik vind haar zo leuk. Maar ik zie al dat dat niet gaat werken. Nee, maar ik, mijn, mijn, mijn eerste. Hoe zeg je dat? Mijn eerste screening ja, zou okay. al gewoon zitten van, okay. do we match? Ja, ja. On, on, de dingen die ik ook belangrijk vind, ga je mij begrijpen? Ja, ja. Je? En ga ik jou begrijpen? Ja, juist, en, ja. uh, ik zou dus niet daar komen ja. van, oh je bent zo leuk, maar alleen dat. Nee, ik zou al denken van, oh nee, nee, dit gaat niet werken. Ja. Ik ga jou dan leuk vinden en dan ga ik dat missen. Nee, that, we ain't gonna do this. Okay. Daar ja, zo. So. Oké, okay, nee, dat vergt wel een hoop discipline, zeg maar, weet je. Ja, uh, ja. Uh, maar uh, luxe is niet... Uh, sowieso ben jij niet die type doe dat ik zie dat luxe is voor jou alles... dat je daardoor voor blind kan raken nee, en man. kan zeggen... maybe, let's test this out. Mm. Jij zegt gewoon nee. Ja. Dat is cool. hoe, hoe, hoe diep ga jij dan in die spiritualiteit? Is dat, met, is dat uh, met eten, alles? Ik ben wel ook bewust wel van wat ik eet, ja. Oké. Okay. Uh, uh, nou, ik moet zeggen, ik ben de hele tijd ook gewoon... ik like, vegan... Okay. Uh, maar ik heb ook wel momenten. Want ik ben wel iemand van. Ah, want, like, ik, ik zeg alles eerlijk. Ik heb ook momenten gehad. dat ik eventjes weer een terugval heb gehad. met wat bepaalde dingen. Hey, je bent mens, hè? Maar ik ben bewust van wat ik doe. Ik ben ook bewust dat ik het dan een terugval vind. Weet je mm -hmm. en, uh, Niet een lekker upgrade. En zelf dat hoort erbij, uh, denk ik. Juist. Yes, dus, uh, ja, met voeding ben ik bewust. Met. Met, uh, met de liefde. Of, of in ieder geval met ja. con connectie met mensen. Juist. Yes, en ook gewoon met. Uh, gewoon ja, frequency in, in general. Gewoon, ja. uh, alles Bijvoorbeeld alcohol is ook frequency. Op het moment dat je alcohol drinkt, verlaag je je vibratie. Weet je wat alcohol betekent in het Arabisch? Alcohol? Nee. Alcohol is, betekent letterlijk lichaam etende geest. Wow. Alcohol. Ik heb uh, eergisteren lichaam etende geest flink geconsumeerd. Snap je? Maar het klinkt niet sexy als je het zo voor nee. moet brengt. En dus wat gebeurt er? Je creëert gaten. In je aura. Ja, wanneer je alcohol drinkt, daarom kunnen andere entiteiten, dus like kleine balletjes van energie, kunnen in jouw aura gaan hangen. Ja. En dat's, daardoor krijgen wij dus agressie, gedachten die we normaal niet hebben, ja. veel meer seksuele lust. Weet je, omdat je bent, uiteindelijk ben je niet meer puur jezelf. Je staat open voor andere invloeden. Ja. Op een energetisch niveau, wat je niet kan waarnemen. Yeah. Als je kijkt in de spiegel, je denkt gewoon van, oh, ik voel me een beetje zo, mm -hmm. maar there's much more going on Persiets. in the spiritual realm. Zeker. dat is bijvoorbeeld waarom ik geen alcohol meer drink. Nope. Um, en met voeding, ik merk gewoon persoonlijk echt zelf op het moment dat ik vlees eet. Dus dit, dit, this might sound weird, but op het moment dat ik vlees eet en ik ga, en het is een zonnige dag en ik ga in de zon staan, ik voel gewoon dat die zon mij brandt, mm -hmm. doet mijn huid. Raakt op een manier dat ik denk: van yo, de like sun is, is me aan, aan het straffen gewoon. Ja, ja. En ik ben zo bewust gaan worden van dat soort ervaringen, mm -hmm. dat ik gewoon heb gezien van er is echt een verschil in frequentie met ons. Wij zijn gewoon, ons lichaam is een supercomputer die alles absorbeert. En dus ook, ze zeggen niet voor niks, je bent wat je eet. Ja, nee, dus, dat is ja, absoluut waar. Ja, en als je bijvoorbeeld vlees consumeert, weet je. Uh, dan kies je ervoor om iets te consumeren wat informatie heeft. Voeding heeft informatie. Mm. Wat is de informatie van een dood stuk vlees? Wat is het laatste wat dat stuk vlees heeft gevoeld? Angst, pijn, rouw, weet je? En ik heb gemerkt als ik bijvoorbeeld dan... Dus in die terugvalfase, dat ik dacht van... Oké, okay, ik ben in die gym. Ik weet, proteïne is eigenlijk van planten, maar... Ik zie toch die gassen om me heen die veel vlees eten, kip eten, hun gaan sneller in groei. Mm -hmm. Dus ik dacht: van, weet je wat, laat me een paar weken proberen weer op die kip te gaan. Dan eet ik kipfilet en een half uur tot een uur later zit ik in een bepaalde Sagarijnige moed gewoon. Ja, want dat is hem. Ja, dat is hem. Dat zeg ik laatst nog tegen iemand die, kan, die gaat, dat gaat gewoon niet in bij diegene. Ik zeg: wat je eet, bepaalt zelf hoe jij denkt je moet. Juist. Negatieve gedachten. Ja. Oh, moe, lui. Juist. Dat wordt bepaald door wat je eet. Uh, uh, zo, zo, zo simpel als, kijk, vooral wij, Strenamangs, uh, eten porties, spang en oh, Terwijl je zou energie moeten krijgen van ja, eten. Ja, maar uh, dan ga je al naar heel licht eten. Wat, wat, ja, wat wij Surinamers bijna niet doen. <laughs> ja, 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 ja. Maar voor zoals nu, ik, ik wist dat ik hier, uh, uh, ik, weet, ik weet hoe ik mezelf wil presenteren. Toch? Mm -hmm. Dus ik zorg ervoor dat ik scherp ben het is een bewuste keuze. Ik heb vandaag de dag, ik heb misschien drie van zulke kleine stukjes mango gegeten, mm -hmm. That's it. Yes. om zodat ik sharp ben. Want als je honger hebt, toch ben je op die jagers. Ja ja ja, 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 ja. Dus als ik belangrijke dingen te doen heb, video shoots, interviews, ik zorg dat ik dat mijn lichaam scherp is. Weet je, het enige wat ik consumeer op dat moment is voeding waar je energie van krijgt, niet waarbij je Lichaam moet gaan werken. Juist, juist. Dan zit je in die, wat je net zegt. Ja, toch? ja, ja, ja klopt. Dat is uh, jammer. Nee, maar goede dingen, man. Goeie dingen. En ik zal je wat zeggen. Uh, ik speel met de gedachte van er komt een dag en die dag is heel dichtbij. Mm -hmm. dat ik ook zeg: ik drink niet meer. Uh, en niet dat ik suiper, nee. Gelegenheid gelegenheidsdrinker. Yes. Maar zelf dat wil ik scotten. Yes. Uh, als ik kijk om me heen uh, hoe eigenlijk drank heel veel dingen kapot maakt. Het is uh, uh, legale drugs eigenlijk, uh, uh, die overal gekocht kan worden. Ook, uh, ook vind je dat niet verdacht gewoon? Is Lijk, er is zoveel dingen zijn zogenaamd niet hey, goed voor ons. Pas op, hè? ik ben ook die dude hè? Okay, hè? van okay, okay. conspiracies en dat ze dingen ja, kunnen dat, we doen. Hè? Ja, ik ben go, ook man. die dude. Ja, ja. <laughs> maar het is een hele andere show, maar ik ben ook die dude. Ja. Uh, het, het is niet eens verdacht, het is opvallend gewoon. Het is bewust, uh, het is be het is bewust gewoon. Er worden ja. keuzes gemaakt waarom dingen wel en niet worden verkocht. Waarom dingen wel en niet worden bestempeld tot, uh, ja. tot uh, drugs, geen drugs, soft drugs of... Ja. Hè? Ik, ben, uh, ik ben met een boek bezig. Daar staat dus ook bijvoorbeeld dat gedeelte in, wat ik net zei over alcohol, wat het eigenlijk is. Yeah. Uh, maar ook dit stukje wat jij zegt, van gewoon hoe bewust er wordt gepositioneerd waar alcohol verkrijgbaar is. En, mm -hmm. en wat en ook, bijvoorbeeld ook een deel wat in mijn boek staat, uh, is uh, de keuzes die mensen maken. Mensen denken bijvoorbeeld van: bijvoorbeeld als je je lichaam, als je het lichaam van de mens verslaafd laat raken aan iets. Dan heb je die persoon. Dus je kan denken van, oké, okay, maar je weet nu, alcohol is niet goed. Er staat nu letterlijk op een pak sigaretten, juist. staat er gewoon roken is dodelijk. Er staan foto's, foto's van op wat er gebeurt met je longen en we, Maar people, ze doen het nog steeds. Juist. Dus dan moet je afvragen. En dat is niet alleen met roken en drinken, ook bijvoorbeeld met het consumeren van voeding waar heel veel witte suiker in zit, de dus snoep, ja, ja, koek, ja, ja. voeding. Wat is seksualiteit de, ook? Juist. Wat is de reden? Waarom mensen dat blijven doen. En wat ik dus ook vertel in mijn boek. Is van. Uh, ze hebben gewoon een hele studie gedaan. Op de psychologie van mensen. Ja. Op het moment dat je een mens lichaam. Verslaafd laat raken aan iets. Dan neemt het lichaam de keuze. Die, die, die neemt de. de, de uh, hoe zeg je dat? Die neemt de, de macht over het sturen over. Ja, dus Ondanks dat wij weten. Goeie. Wat goed of fout is. Ons lichaam heeft nu. Suiker geproefd. Witte suiker uh, in een CT-scan hebben ze gezien dat witte suiker dezelfde deel van je hersenen opwekt als cocaïne. <laughs> dus moet je je voorstellen, van mensen die cocaïne verslaafd zijn, komen er ook niet makkelijk van. Ja. Maar waar zit wel niet suiker in van elk product wat jij consumeert? Overal in 2018 ben ik gestopt met suiker eten, poging wow. tot. En daar kwam ik erachter zelf in een cracker. Yes. Zit suiker. In thee zit suiker. In alles zit suiker. Yes, they do it zodat so wij blijven. In die watertjes yes. zit suiker. In yes, blauw alles. Ja, ja, ja. Dus hun doen het zodat so wij blijven consumeren. Want wij, ja. mensen, zijn onbewust gewoon addicts. Heavy, verslaafd gewoon ja. aan alles wat ze consumeren. Sowieso ook verslaafd uh, ge yes. uh, gevoelig. Juist. Yes. Ja. Dus dat is een ding waar mensen gewoon echt uh, bewuster van moeten worden. Oké. Okay. Brug. Naar de volgende trek. Ah ja. Um, deze. Kook stookte hem op om mijn mams te slaan. Ik stond erbij, maar was te jong om mijn man te staan. Ja. En dan nog, ik sliep met de mes onder mijn bed. Datzelfde mes is nu mijn strep. Het is Zo maar wat je, je angst, het achterlaat. Ja. ja. Hé, hey, diepe shit. Maar fucking herkenbaar in de zin van. Wij allemaal die opgroeien in een. Uh, hoe zullen we het noemen? Volksbuurt, achterstandwijk. Ja. You, you get it. Wij denken dat verslaving. dus een vader, een oom, een iemand, een buurman. die verslaafd is, dat is normaal. Uh, ja. Als je jong bent, hè? Ja, ja, dus want je ja. Want ja, nee, je ziet het. Zeker, hey, zeker. Ik ga je een voorbeeld geven. Vroeger, een van mijn Matties, als wij speelden. En dan uh, uh, hadden we eigen schuur gecreëerd. Je weet wat in de schuur allemaal gebeurt. Mm. Maar soms was die schuur bezet omdat zijn vader daar cocaïne aan het, uh, uh, aan het bezen was. Oh wow. Hij was aan het bezen. En dan komen wij als jongetjes ja. van 11, 12, tien. Uh, uh, komen in die schuur bij om te katten, uh, Oh shit. En dan zie je een man zo. Ff, ff, en die is zijn, oh. zijn vader. Deze. En dan die deur dicht van. Oh, is weer. En dan hem pesten. Je vader is een junkie en al dat soort dingen. Maar dan opgroeien. En dan, nu ik ouder ben, denk ik terug van. En dan kijk ik uh, hoe die gozer dan terecht is gekomen. En, en wij allemaal eigenlijk. Waar die gozer terecht is gekomen. En wij allemaal dan. En ik weet dat wij dat als normaal ervaren. Ja. Weten van: hé, hey, er is een grote kans als wij weer daar gaan. dat we die man weer gaan zien. en dat we hem weer kunnen uitlachen. Haha. Ah, ah. mm. Maar wat voor impact dat heeft gehad op die gozer. Yes. Maar dat is dat, dat voor ons niet wereldschokkend was, was gewoon ah, ha, ha Maar was niet ha ha ha. Dat ja, was zijn leven. Dat is zijn, zijn leven en dat zal nog, heeft nog steeds een impact op hem. Ja, en is de alles hoe hij opereert. Yes. Uh, die tekst van jou, waar komt dat vandaan? Ja, het uh, persoonlijke ervaringen. Die, uh, die ik in mijn jeugd heb ervaren. Ja. Dus ja, uh, dus, uh, yeah, um, ik wil niet jij... diep op ingaan, maar het heeft dus te maken met huiselijk geweld en ja. uh, het, het verslaafd Zien van uh, ouderlijke personen mm -hmm. die dan uh, met mijn moeder een relatie hadden. Juist. Dus, uh, en dat ik dan zo'n situatie heb meegemaakt, zeg maar, om wel even iets meer op dit, deze zin in te gaan. Ja, graag. Uh, dat ik dan iets meemaakte wat je als kind niet hoort te zien: betreft agressie en huiselijk geweld door middel van iemand die uh, door drugs opgehypt uh, was. Mm -hmm. um, maar ik was nog te jong om wat te doen. Ik was, was ik tien, elf. Yeah. Weet je? En uh, in mijn hoofd, ja, ik denk, wij mannen kennen dat allemaal wel. Je bent, je wilt, je, we zijn pro protectors. Weet mm -hmm. je, vooral als het gaat om onze moeder of zusje, whatever. Vrouw. Uh, dus ik, wa, ik kon dat niet. Ik voelde dat, maar ik kon dat niet. Yes. Dus wat ging ik doen? Ik denk, volgende keer wanneer dat weer gebeurt, heb ik in ieder geval een mes bij me. En dan kan ik iets meer doen. En zo ging ik toen slapen als kind. En op een gegeven moment, de tijd dat ik dit schreef. Um, kwam er ook een periode dat ik dus wat anders had. Juist. Voor die situatie. Ik heb het nooit gebruikt of willen gebruiken. Ook Juist. geen mes, weet je? Ja. Maar. Ik had ook niet nog een keer willen ervaren. dat wat ik toen zag bij mijn moeder. Dat je niet en, kan beschermen. Nee. En dat, dat kan een persoon met veel. Ik weet niet hoe je dat wil noemen. eer of uh, gewoon een protective person dat kan een persoon heel erg knagen. Het was niet eens het feit van wat ik had gezien, was dat ik niks kon doen. Dat was het meest dramatische. Ja, dramatisch. dus ik dacht als ik dit ooit weer ervaar, ja. moet ik iets kunnen doen, ja. weet je? En, uh, ja. en kijk, en daarom geef ik het voorbeeld. Uh, want kijk, we hebben jou horen praten nou, uh, voor uh, afgelopen uh, wat zal het zijn, 35 minuten. Uh, daarin zie je een beetje hoe jij in elkaar zit. Mm. Maar als we dit soort, dat zeg ik, we moeten in jouw teksten gaan om jou ja, te kunnen begrijpen. En dan kom je erachter van waarom jij bent gevormd tot wat jij bent. Daarom gaf ik het voorbeeld. Gozer is gevormd door wat hij is vandaag. Maar hoe jij bent en zelf die spiritualiteit tot aan het niet eten van vlees. Mm -hmm. Ik gooi alles erin. Dat heeft te maken met alles wat jij hebt gezien en hebt meegemaakt. Exactly. Ja, uh, 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 daarom is dat belangrijk. En daarom is het doob dat je daar gewoon kwetsbaar over schrijft. Je bent niet de eerste die het doet. Maar het is heel makkelijk om te rappen over die brekken doosjes-dingen. Uh, niet, niet wat verkeerd is, ook leuk om naar te luisteren. Ja, maar dus jij, ik ben ja. Van, 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 uh, van mening. Ik heb dat heel erg om me heen ervaren. Vooral in onze tijd toch. Dat wanneer je uh, gewoon wanneer we op straat waren. Iedereen, het is makkelijk om stoer te zijn. Ja. Het is makkelijk om die quote-on-quote die, 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 ja, -quote iemand te zijn. Mm -hmm. Om die imago uit te stralen, om niet te veel te zeggen, ja. om stoer te kijken. Maar het is, het is nog moeilijker, het is eigenlijk nog, je hebt meer, nog meer uh, moed nodig mm -hmm. om daar overheen te stappen... en te zeggen van, Yo, ik voel mij zo, dit is wat ik heb meegemaakt... En om Te praten over gevoelens. En ik zag dat al die uh, mensen om mij heen of mensen waar ik naar keek, ook in de Nederlandse hip-hop-industrie, niet ja. allemaal natuurlijk, maar nee. vele, en dan praat ik nu over artiesten, maar even niet eens de artiesten. Ik denk 90% waren niet artiesten. Ze ja, ja, ja. spraken gewoon niet over gevoelens. Dat nee, klopt. Ja. Ja. Een imago neerzetten, we luisteren allemaal naar hip-hop, rap, en, weet je, en ik had iets van, yo, de enige bijvoorbeeld artiest, rapper waar ik in die periode echt respect voor had, was dan toepak, Omdat mm -hmm. hij zoveel emotie liet zien. En ik zag iedereen om hem heen, zag hem wel als een leider. Dus ja. hij was niet die gevoelige rapper waarop neer werd gekeken. Hij was die persoon van, yo... Ja, ja, precies. Niet de softie. Nee, hij was die, die, die vaderlijke rapper... waar je, bij, waar je kon, kon komen met, of wilde komen met zijn problemen. Deer mama. 22 jaar. Snap Hoe je? Hoe ga je 22 jaar zijn en deer mama schrijven... Yes. En uh, zeggen gewoon mijn mama uh, dope fiend en al dat soort dingen. Dus hij was zo open. Is, is amazing. Hij was zo open. En ja. hij was zo inspirerend, maar tegelijkertijd ook zo stoer dat hij dat durfde. Ja, ja, ja. Want het is zo makkelijk om gewoon een poker te maken over wat je hebt verkocht. Ja. Of wie je hebt met wie je seks hebt gehad en whatever. Dus ik zag de echte definitie van stoer zijn is meer open zijn. Dus mm -hmm. meer uit. En ik heb ook gezien dat doordat ik dat ben gaan doen, mannen waarbij ik dacht van oh, dat zijn echte... Uh, quote-unquote G's, mm -hmm. toch? Die um, konden dat ook echt waarderen. Die lieten mij ook zien van, yo, ik respecteer jou ook. Juist. Weet je, ik kom van een andere wereld, mm -hmm. maar wat jij doet, daar heb ik respect voor. Daar kan ik naar luisteren. Dus ik ja. kreeg respect van de mensen die waar andere mensen als wilden zijn. Mm -hmm. En dat defineert voor mij dat stoer zijn is juist door jezelf te laten zien op een emotioneler niveau. Ja, ja, ja. Wel in balans, niet too much, maar ook niet te weinig. Nee, ja. en dat is ook dat ding wat je zegt: is waar. Hè? Ik, ik haalde net het voorbeeld ervoor, dat ik zeg, en dan gingen we hem pesten. Juist. Je, ja. vader, je vader is een jonkie, maar we ja. zijn jong natuurlijk. Ja. Maar misschien is dat ook onze manier om dat te verwerken, want voor ons is dat ook traumatisch. Ja, tuurlijk, Om man. iemand zo te zien bezen. Ja, tuurlijk. En de enige manier om voor jou om te verwerken is en dan gaan we maar pesten, want dat is niet mijn situatie. Mm. Terwijl het fucking traumatisch is om dat te zien. Um, en, en je kan niet praten, weet je? Wie zegt nou al van, hé, hey, gaat het, oh wauw, Sahih, yes. je vader. Ook niet, helemaal niet op die leeftijd. Nee, nee, nee. Ik hey, zei, je vader, weet je? Ook niet aan, aan, aan jullie daarvoor, wat, wat heb je daarvoor? Nee, 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 precies. Hé hey, jongens, het voor jou? Vond je het erg, ja. uh, weet je? Juist, precies. Dus je gaat er op een bepaalde manier mee om. Maar je hebt guidance nodig soms. En, en, maar, jij, jij, jij had ook harde teksten, hè? Uh, 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 dus ook. Gedeeld was ook die erdtoe van: Fok niet met mij, Fok niet met mij, hoe Fok niet met mij klik. Ja. Uh, maar had je wel mensen om je heen waarmee je dat wel kan doen? Die tijd, op die leeftijd? van Hé, het is mijn situatie, uh, hey, vroeger. Ja, ja, ja. ja. ja zeker. Okay. Zeker wel. Zeker. Oké. Ik heb, uh, ja, en ik ben ook niet alleen zo in, in tracks als het gaat om mensen om mij heen. Ja. Je kan mij bellen om, om over dingen te praten, weet je. Ja. ja, ja. Ik, uh, ik begrijp het gewoon. Oké. Okay. Ik begrijp het dieper, het emotionele. En ik vind dat juist. Fijn als die vertrouwen bij mij ligt. Want mm -hmm. ik neem die verantwoordelijkheid ook om goede... Gaan we weer? Guidance te geven waar nodig is. <laughs> ja. Nee, maar als, als je voelt dat ja. je dat moet doen, moet je het doen. Ja, en je ziet wel hoe diegene het ontvangt. Soms weten mensen niet dat ze dingen nodig hebben. Hè? Yes. Uh, ja, dat geldt ook uh, voor mezelf. Hoor. Ja, ja, ja zeker, zeker. No, I love it. Dan nog eentje dan een beetje in, het, in hetzelfde uh, uh, vijver. Um. En die, 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 die vond ik, die kwam aan. Uh, Wat weet je van elke dag hopen dat je vader nog leeft? Mm. En dan vraag ik me af: Your voice is cracking terwijl je dat uitspreekt. Mm. Was dat real en echt en dat heb je zo gelaten? Uh, ja, ik heb wel zeg maar, erover nagedacht om het zo te laten of niet. Dus daarom yeah. nou, duurt het even twee seconden of één seconde. Uh, maar. Uh, ja, ik wist wel van, als ik het zo laat, heeft het meer... Oké, okay, ja, dus ja, dat was... Dan het was weer we... anders. is het? Ja, 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 zeker, zeker. En, ehm... Um, ja. Um, ja, dat was echt wel de emotie die ik, uh, die ik toen voelde. moet uh, ik zeggen, uh -huh. over die zin, dat het nu heel goed gaat met mijn vader. Dus, uh, Dat is dope om te horen. Ja, man. Want uh, je hebt zelf meegedaan aan een programma waarin ja. uh, uh, je vader en zijn vriendin... Uh, Juist. Revolu, uh, hoe noem je dat? Ik ben het woord kwijt. Uh, ja, ja, um, uh. ja. We zijn het beide kwijt. Maar in ieder geval, de bedoeling ja. was ja. dat hij afkikte yes. van zijn verslaving. Ja. Uh, en dan ook gewoon. En de persoon die jij uitlegt te zijn. Dat weet je, uh, 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 die jij hier omschrijft. Mm. Uh, dan kan je niet zeggen. Dat dat aandacht is. Dat is echt waarschijnlijk. Is dat van. Hé, hey, laatste dinges, man. Ja, ja. Het was meer dat. Laatste hoop, dit dan. Dan maar publiekelijk. Juist. Yes. En Toch? Ik, ik, uh, ik Ja, er was nog iemand in mijn familie, zeg maar. Uh, Shano, dat is mijn oom. Dat is het jongste broertje van mijn. Of ene jongste broertje van mijn vader. Ja. Dus, uh, maar wij verschillen drie jaar. Dus dat hij is. kwam met het initiatief. En hij had mij toen. Uh, bij hem thuis geroepen en van. Het besproken met mij. Ja. Ik vond het ook wel. Lekker heel wat. Weet je, ik had iets ja. van jou. TV en al die shit. En, too much, yeah. Maar het, het had ook met de situatie te maken waarbij wij beide wisten, wij kunnen dit niet bieden. En hij heeft dit nog. Ja, 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 precies. Dus als hij dit Want je krijgt opeens hele traject mee hulp. Juist. Ja, 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 ja. Dus voor ons was het van. Heel aantrekkelijk doet, om te doen. Ja. ja als, of nee, als het programma ons verhaal neemt en kiest boven al die anderen, dan moet het zo zijn. Juist. En zo zijn we erin gegaan en het moest zo zijn, weet je. Ja. Ja, maar. Nee, dat vond ik moedig, man. Ja. Uh, want je kon ook je ego uh, daar laten spreken. Zeg, hé, hey, mijn man, no man. Ik ben. Ja. Hey, ik, uh... ja, ik moet zeggen, het had wel heel veel impact op mij hoor. Natuurlijk. Uh, behind the scenes. Weet je wel? Oh ja. Dat is wel echt heavy. Dat is even, ja. En, uh, maar ik geloof niet in spijt. Ik geloof in lessen. Ja. En uh, het heeft zich nu gevormd naar een fase waarin mijn vader. waarin het goed met hem gaat. Dat is dope, man. Ja, man. En ook de band tussen ons heel sterk is en. Uh, ja, weet je, we leven in het nu toch? Dus ik ben heel erg blij met het nu. En alles wat in het verleden was, heeft daarin meegeholpen. Om het nu ja. zo te laten zijn. Zo zie ik. Als ik jou hoop praten en wat je zegt en hoe je het zegt, mm -hmm. dan kijk ik wel uh, met bewondering naar. Want ik heb de situaties om me heen en mensen om me heen. Uh, die, dus zijn die ook zijn opgegroeid met uh, ouders, met de verslaving en zo. Mm. En die zijn of ook die kant opgegaan, wat ook kan gebeuren, ja, dat zeker. zij zelf zijn gaan gebruiken. Ja, of dat ze gewoon uh, uh, ja, wel degelijk beschadigd zijn door alles wat ze hebben gezien. Maar ook de manipulatie en alles wat daarbij komt kijken. En dat heeft ze gevormd. En yes. jij bent ook gevormd, maar het, is ander, het heeft anders uitgepakt. Oh, dat ja. je. Hè, meer op zoek gaat naar jezelf en waarschijnlijk jezelf probeert te beschermen tegen heel ja, maar veel. Ook als je echt op zoek gaat naar jezelf, dan kom je terug bij je vader en moeder. Juist, juist. Okay. juist. En dat is een deel wat ja. velen um, echt moeten inzien. Ja. Want uh, ik krijg vaak van mijn moeder te horen aan bepaalde eigenschappen of kenmerken die ik heb. Mm. Van, of, of gewoon dingen die ik doe of zeg van, ja, je bent, nu ben je net je vader. Maar dat zijn positieve dingen wanneer ze dat zegt. Ja. En dan denk ik van shit, die, die versie van mijn vader heb ik niet gekend. Ja. Maar ik ben hem wel. En andersom ook. Weet je, dus uh, ik ben op een gegeven moment gewoon meer gaan kijken naar wie mijn vader is. En niet naar wat, uh, wat het mij heeft gedaan door hoe hij is geworden. Ja. Toch? Want hij heeft een verhaal. Wat hem heeft gevormd. Want wij kijken allemaal naar onszelf. Oh, jij was er niet voor mij. Yes. Jij hebt mij pijn ja, gedaan. Je wat. Weet je hoe het voor mij voelde? Maar waar zijn die andere vragen? Van hoe was het voor jou? Wat heeft jou gevormd? En dan kom je zelfs terug dat het op generaties overslaat. Boom. Dus dat je vader is niet eens de dader. Toch? Nee. Boom. Voor hem was zijn vader weer de dader. En dan ga je naar het verhaal van je grootvader. En dan kom je erachter dat hij ook een slachtoffer was. Ja. En dat heb ik gedaan. Ik ben helemaal gaan graven in waar is het voor mijn vader zo gegaan dat hij die persoon is geworden uh, die hij is geworden. Yeah. en toen kwam ik bij mijn opa en toen ben ik bij mijn opa gegaan, heb ik hem vragen gesteld en toen dacht ik, ik begrijp jullie alle twee, als ik eventjes niet de zoon en kleinzoon ben maar gewoon een goede vriend mm -hmm. ik begrijp jou, ik voel jou yeah. weet je, en dat heb ik gedaan en dan kan je zoveel emotionele rollercoasters overslaan mm. het is misschien een beetje onnatuurlijk want je wilt als, als kind van iemand wil je uh, overal het liefst begrepen in worden, weet je, als je gevoel heb van oké okay, je was er niet wil je daar sorry voor horen je hebt dat niet voor me gedaan uh, je wil daar sorry voor horen maar begrip brengt je verder dan het continu willen horen van het betuigen van spijt ja weet je ondanks je alle recht daarop hebt ja zeker oh. maar als je die begrip kan tonen en je kan daarom groeien naar de persoon toe die je hebt gemist want heel veel mensen zitten zo in woede ja 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 waardoor je Waardoor je door die woede de persoon die altijd in je leven had willen hebben, hou je nu op afstand. Misschien is die persoon er nu wel, maar jij bent er nu niet. Ja. Want jij bent nog steeds boos. Ja. En dat is wat vaak gebeurt. Ja. En ik had iets van: ik wil nu de vader die nu moeite doet ja. om in mijn leven te zijn. Ik wil die persoon leren kennen. Ik wil hem accepteren. Ja. En dan heb ik eindelijk de vader in mijn leven die ik wilde hebben. Ja. We kunnen niet terug. Nee. Weet je, en dat. Uh, dat, goed, dat, 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 dat is mooi, man. Ik ben blij dat je dat uh, hier op, 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 op tafel brengt op die manier. Want uh, we moeten praten. Ja, in ons gemeenschap moeten we praten. Dat schame, schame dingen wegduwen... Ik draag uh, dat niet, man. Uh, ...brengt geen oplossingen. Nee. Dus uh, praat over dingen als verslaving en al dat soort dingen. Daar ben ik echt een grote voorstander van. Nee. En durf die uh, strijd of die, wat het gaat worden... ...durf dat aan te gaan, man. Uh, want wegduwen, dat gaat hem niet worden. En ook wat jij zei, het heeft altijd een verhaal waarom iemand dat doet. Of waarom iemand zo leeft of voor die levensstijl kiest. Of ja. misschien wist die uh, diegene het zelf niet eens totdat je gaat praten. Ja. Dan komt diegene erachter, oh ik ben getraumatiseerd al die tijdje. Want mijn vader en daarvoor en dit yes. en zus en zo. Ja. Want als je niet praat, weet je niet. Maar als je gaat graven wat je hebt gedaan, dan kom je achter dingen. Precies. En dan ga je begrijpen van, oh damn. Mijn vader is ook een slachtoffer, man. Kijk yes. wat die man heeft moeten meemaken. Yes. En nog steeds kan je, dit is misschien dan mijn persoonlijke uh, ervaring. Ik kon door de jaren heen altijd wel de liefde van mijn vader voelen. Ja. De afwezigheid was groot, maar er was nooit de twijfel: van... houdt hij van mij? Ja, ja. Snap je? Ja. Dus dat heeft mij wel kunnen, kunnen helpen om uh, voor het ja, zelf vergeven dat ik hem moest vergeven. Mm -hmm, mm -hmm. Dat ik hem niet kon vergeven. Ja. En, uh, en het dichter naar elkaar toe uh, groeien. Dat heeft wel echt weggeholpen. Kijk, als we het over verslaving hebben, ik zeg je eerlijk, ik zit dan hier en het klinkt raar, maar dan word ik blij. Want waarom word ik blij? Ik weet dat heel veel van ons ermee te maken hebben. Mm. En ik weet dat heel veel van ons er niet over praten. Mm. En ik weet dat heel veel mensen die kijken, niet dat wij iets oplossen, maar misschien hè, de deur openen. Om anders ernaar te gaan kijken en dan heb ik het specifiek om het erover te hebben. Ja. Te behandelen, niet wegdrukken. Alsof het er niet iets is. Yes. Iets waarvoor je moet schamen en zo. Dus kan je het nooit behandelen. Ik, ik zeg bewust niet het woord oplossen. Want uh, laten we realistisch zijn. Weet je? Verslaving is een verslaving. Is een iets waarmee ja. iemand altijd zal le uh, leven. Ja, weet je? Het is een stemmetje wat altijd in iemands hoofd Altijd. Het uh, kan twintig jaar goed gaan en 21 jaar weer even vallen erin. Maar dan moet je er weer zijn. Yes. Uh, dus daar ben ik dankbaar voor. Maar vooral dat spirituele. En als we dan zo naar jou luisteren... Uh, good doet sowieso. En dat is niet gespeeld. Dat, 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 dat zou iedereen doorheen prikken. Maar dan vraag ik me af... Zo in die groei van je, waar je nu bent... Mm -hmm. uh, je hebt uh, populariteit meegemaakt. Je bent nog steeds lekker muziek aan het maken. Dus zit nog in die scene waar dat soort dingen spelen. Ja. Alleen dit keer misschien... Uh, met een heldere uh, geest dan een paar jaar geleden. Ja, zeker. Uh, wat, is, wat is die voornaamste slechte eigenschap die je gehad zou hebben... die je nu niet meer hebt, wat je weg hebt kunnen weten werken? Wow. Ik weet niet of dat bakba Hollands was, maar je weet wat ik bedoel. Is het echt, ik zit echt te denken. Maar je hebt het dan over het muzikale... Nou, algemeen, gewoon, al dat je zegt van hier ben ik vanaf. Hier ben ik vanaf. Dat is je voornaamste groei waar je trots op bent. Zeg, hier ben ik vanaf. Van deze manier van denken of deze manier okay, van handelen. Dan, dan moet ik toch zeggen: het, min, het, het, uh, het druk maken naar hoe iemand naar mij kijkt en mm. daarop inspelen. Gewoon nu mijzelf laten zien. Yeah. Confident zijn in wie ik ben. Yeah. En uh, geen zielen meer willen proberen te winnen mm -hmm. door middel van harder te schreeuwen en in die schreeuw te zeggen: Dit ben ik echt. Nu is het gewoon van, je ziet me of je ziet me niet. Ja. En anders, wanneer je me ziet, zie je me wel. Ja. Dat. Ja, ja, ja. Ik, had, ik had echt wel een paar jaar dat ik dacht van, yo, imago, imago. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en dat ik daar iets te veel op in ging spelen. En nu heb ik gewoon iets van, oké, okay, nu weet iedereen het. Nu kan ik gewoon lekker mezelf zijn. En okay. als je het nu niet weet, maakt het ook niet uit. Maar is dat een ding of is dat ervaring ervaringding? Uh, is dat gewoon ouder worden, waardoor dat, dat soort dingen minder belangrijk wordt? Ik denk dat het een ervaring ding is. Ik denk dat de ene daar op een andere leeftijd achter kan komen ja. dan, de, dan de ander. Ja. Dus uh, ja, of misschien beide, I don't know. I don't know. Ik, voor mij was het ervaring. Die wel komt met leeftijd, uiteraard, ja. maar ook gewoon met tijd. Niet per se de leeftijd. Dus ja. Uh, yeah. Want als het... Uh... Bijvoorbeeld in 2020 kwam je met die track grootste comeback. Dat was dus ook je comebackjaar. Ja. Uh, wat mij daar ook opviel in die track. Uh, is dat je het over. Ik zat in een dip. Dat is eigenlijk ja. de reden. Boom. Yes. Maar even zo snel, ik zat in een dip. Ja. Uh, dan zeg je toch wat. Ja, da ja. daar zeg je wat inderdaad. Ja, ja. ja. En dan vraag ik me ook af. Uh, uh, ik zie dan gelijk, en dat is vooral wat ik zelf van mezelf weet om me heen zie. Mm. Dat kan gewoon. Uh, heel, dat kunnen hele donkere uh, periodes zijn ja waarin het ook gewoon nooit meer goed kan komen ja hoe zag dat eruit voor jou uh, nou niet zo donker uh, het was meer gewoon de liefde voor muziek die ik heb is gebaseerd op het inspireren van de mens mm -hmm. en het uh, meegeven van uh, informatie waarbij ik mij gezegend voel dat ik bepaalde kennis heb van mijzelf die ik, die ik of bij mijzelf die ik krijg van boven mm -hmm. om maar zo te zeggen en op het moment dat er een wereld wordt gecreëerd... waarin dat steeds minder uh, welkom is... Mm -hmm. dus de scene vervormt zich. Toch En dan kan ik heel, he heel direct praten over bepaalde situaties... maar ik denk dat ik dat niet moet doen nu. Okay. Maar uh, dat je gewoon ziet dat er... Je mag wel, hè? Ja, oké, okay, maar ik ga het algemeen doen. Ik ga geen namen noemen. Oké. Okay. Ik durf het wel, voor de duidelijkheid. Kan okay, de situatie schetsen? Juist, oké. Okay. Nou... Radio's die je niet meer gaan draaien van bepaal, vanwege bepaalde dingen, maar die je wel interviewen in diezelfde periode nog. Wat zijn die bepaalde dingen waar je het over hebt? Bepaalde dingen die ik zeg. Oh, in Oh, mijn, mijn oké. Okay. Snap je? Maar wanneer het gaat over een belletje voor een interview waarin er wordt gesproken over het onderwerp Illuminati, om het maar zo te zeggen, waar ik uh, niet per se alles van weet, yeah. maar omdat ze iets horen in een, in een conscious rap nummer, dat ze hm. denken, oh, daar, daar kunnen we hem wel voor bellen. Ja, yeah. Maar wanneer het gaat om airplay, dat stopt opeens. Weet je, omdat ze zien van oké, okay, hij past niet meer in het gewoon iedereen blij laten en niet Juist. laten nadenken. Nou, dat. Uh, wanneer jouw YouTube-kanaal, waarin je heel veel nummers hebt gemaakt, die dat soort dingen doen. Wanneer dat YouTube-kanaal opeens offline wordt gehaald. Ja. Miljoenen views waar je je hele carrière in hebt gewerkt. Mm. En een YouTube-kanaal nooit meer online is gekomen met al die video's. Ja. Ze hebben nu allemaal dat soort dingen gebeuren. Uh, op een gegeven moment ga je gewoon zien van... Yo, something is going on. Uh -huh. weet je? En dan kan je klinken als die conspiracy theories... of die verbitterde rapper. Ja. Hoe je maar ook wil zien. Weet je? Voor mij was het gewoon duidelijk van... shit is going on. En ik zeg niet eens alles nu, wat ik weet. Ja. Maar ik kan de stempel, of de, ja, de stempel daar wel echt op drukken van... boycott. Weet je? En dat dat gebeurde was voor mij iets van... Ik ga niet nu doen wat iedereen doet mm -hmm. om die boycott weg te halen, als dat überhaupt nog kan. Yeah. Dus dan kom je inderdaad in een soort van dip, in de zin van, zo so, lijkt echt zijn, wordt niet gewaardeerd. Weet je? Yeah. Liefde, pure liefde voor de luisteraar en verantwoordelijkheid voor hoe je hun beïnvloedt, wordt niet gewaardeerd. Mm -hmm. Dat mag niet, toch? En als het mag alleen in een kleinschalig iets waarbij niemand je ziet, spotlight weghalen. Yeah. Daar heb ik gewoon heel lang bij gedacht van weet je, fuck it, laat maar. Juist. Yeah, ik hoef het niet meer. Juist. Yeah, en dat was een stukje van gebrek aan zelfliefde. Daar was ik niet meer aan het denken aan mezelf. Daar was ik alleen maar aan het denken aan, oh, it hurts me. Mm -hmm. Snap je? Mm -hmm. En met grote Comic dacht ik, fuck it, er is wel ruimte. Yeah. Notabene, de persoon die toen Eno was bij Sony, uh, heeft. Jarenlang naar mijn muziek geluisterd. En doordat ik haar heb kunnen inspireren, was zij degene die mij toen bij Sony wilde oh, hebben. Okay. Dus dan zie ik weer een positieve karma van dicht bij jezelf ja, blijven. Ja, 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 ja. En toen dacht ik van oké, okay, de wereld is aan het veranderen. Want je had even geen geloof, laten we eerlijk zijn. Ik had geen zin meer. Geen zin, niet eens. Ja, meer. Ja, ja, ja. En ja, waarschijnlijk ook geen geloof. Ja. Um, en ja, dus toen ik dat soort dingen begon te zien, want op een gegeven moment. Zijn jouw luisteraars van vroeger zijn opeens. Dat, heeft, dat zegt Tupac trouwens ook in het trek, weet je? Van, no. Hij zegt van. Bij hem was het dan met, met black and white. De uh, white people who are listening to my music right now. The white kids. One day, op een dag zullen hun op een uh, positie zitten. Ja, waarin zegt. ze zeg maar, de, uh, de mensen als Tupac ja. gaan willen helpen. Omdat hun geïnspireerd zijn door Tupac. En een andere denkwijze hebben. En dat zie ik in deze tijd. Ja. Nog steeds gebeuren. Mensen die vroeger naar mij luisterden, mm -hmm. zijn nu succesvol in bepaalde dingen en businessen en posities en hebben iets van: yo, jij. Zijn je nooit vergeten van ja, hey, jij? Wat kom. hij doet, nog ja, steeds. Al is het, al is het met, met Jay, ja. dat ik bij de Sigurdom sta, al is het met Mahi, dus, die mij toen als ENR uh, bij Sony wilde hebben. Aha. Weet je, dat zijn allemaal dingen waarbij ik zie: van, er is karma. Ja. Maar niet alleen de karma waar we het vaak over hebben. Dus nee, klopt. De karma. de karma is niet altijd negatief. Juist. Yes. Wanneer ze zeggen: karma gaat yes. dit regelen. En ik geloof zeg maar in dat we in een uh, tijd leven waarin de sluier van illusie steeds dunner wordt. Ja. Dus voor uh, velen weten wat ik bedoel als ik zeg: de Aquarius-tijdperk, de, de Waterman-tijdperk, daar zitten we nu in. En wat houdt dat in, Kort? Het houdt in dat we niet meer zitten in het continu sacrificen. Mm -hmm. Maar dat we nu zitten in... Want uh, als je bijvoorbeeld denkt aan Sacrifice, het verhaal van uh, hoe we hem kennen, Jezus. Toch? Ja, ja. Um, En dan heb ik het niet per se over Jezus, maar heb ik het dat, over... Het verhaal zelfs. Gewoon, gewoon de, de... Bijvoorbeeld de Tupacs, de Bob Marleys, de Michael Jackson ja. Zeggen wat je voelt. Eerlijk zijn. Maar wat gebeurt er? Hoe kennen we Michael Jackson in zijn laatste jaren? Als iemand die wecko Jacko noemde ze. Precies, precies. En heel veel vooroordelen waarvan ja. niemand weet wat wel waar is. Maar we denken er toch aan. Ja. Hoe kunnen mensen toepakken? Uh, agressief vechten in zijn laatste jaren. Juist. Snap je? Dus dat, waren de, dat, is, de, dat is de tijdperk van de, van de uh, Pisces. De vissertijdperk. Ja. En we zijn nu in de Waterman-tijdperk. En de Waterman-tijdperk houdt in dat wij... dat Niet alleen wij, maar iedereen ja. op zijn eigen... Een snelheid gaat zien uh -huh. dat er een illusie was en worden we, we worden wakker van alles ja. weet je dus er is nu meer ruimte voor mensen die de waarheid spreken in podcasten in interviews mm -hmm. er is meer ruimte voor artiesten die de waarheid spreken in muziek mm -hmm. voorheen zou dat heel snel een sacrifice zijn ja, ja, ja. nu is het de juiste periode eigenlijk I love it I like it it is yeah, so much game ik moet de aflevering van uh, Kardashians gaan kijken om te compenseren. Wow, oké. Okay. <laughs> no, I love it. Om een Ik heb ik die vrienden. boosje nog nooit gezien, by the way. Ik heb nog nooit die naam uitgesproken. Ik heb alleen kleine fragmentjes <laughs> ja. gezien, man. Maar, uh, I feel you. Nee, man. I like it, man. Leuk, man. Uh, check wat ik even met je wil doen. Ja. Uh, in uh, elke aflevering van, uh, tenminste. Soms haal ik een liefdescope tevoorschijn wat gaat over uh, liefde, relaties. Uh, die drop ik dan, wil ik op inzoomen met uh, de gasten die bij me zitten. En te horen wat je daarvan vindt, wat je daarover te zeggen hebt. Even samen naar kijken wat we daarvan vinden. Want ze zeggen namelijk: liefde is een spel waarbij de twee personen die spelen kunnen winnen. Maar dan moet je wel willen winnen. Ja. Ik denk dat uh, daarmee uh, wordt bedoeld van. Je moet het wel willen. Okay. Je moet er bewust instappen. Ja. Wat you je? Oké. Okay. Um, ik heb dus wat geschreven in mijn boek. Mm -hmm. Precies over dit gaat. Ik wil dat graag aan je voorlezen. Check wat we gaan doen. Als antwoord. Vak heel die liefdesquote. Oké. Okay. Ik wil dat graag horen, mijn man. Maar vertel even het verhaal. Jij bent bezig met een boek. Ja, ik ben bezig met, uh, met een boek. Yeah. Um, Te Diep Voor Rap is de titel. Dus het, ga, het is niet, je weet toch wanneer een rapper met een boek bezig is, denk je, snel autobiografie ja. over zijn leven. Nee, het gaat dieper. Het zijn de verhalen die uh, de onderwerpen die wij vandaag aankaarten, maar dan gewoon dieper daarop ingaan. De gesprekken die ik voer buiten muziek om. Wat soms ja. te diep is voor een nummer om in een 16-bars mm -hmm. neer te zetten. Weet je? En uh, het zijn verschillende, als ik het zelf mag zeggen, gems die ik geef. Ja. Zij die mijn boek lezen, die gaan... Heel veel dingen zien die hun nooit is verteld. Ja. Waar niemand over praat. Ja. En uh, dit wat ik nu aan je voor wil lezen is dan even wat iets minder diep. Het gaat over liefde, maar het is wel diep een genoeg. hele grote jam, weet je? Liefde is diep genoeg. Okay. I'm listening. De rollen in liefde. In de hedendaagse westerse maatschappij zijn we enorm verstrikt geraakt. in het niet meer met trots dragen van onze natuurlijke eigenschappen als man en vrouw. Het is geen moeilijke wiskunde, de man en vrouw zijn verschillend. Zowel biologisch, fysiek als emotioneel en psychologisch. Beide spelen een even belangrijke rol voor het heden en de toekomst van de mensheid. De zogeheten moderne wereld heeft het allemaal flink in de war gebracht. Alles hoort in balans te zijn. Het aardse leven is een ervaring vol met dualiteit. Waarom hoog is, is beneden, waar links is, is rechts, waar dik is, is dun, waar donker is, is licht. Dus waar mannelijkheid is, is vrouwelijkheid nodig. Masculine energy en feminine energy draagt elk mens bij zich. Ongeacht of je een man of vrouw bent, je bezit beide en maakt gebruik van beide kanten. Het is wel belangrijk dat je als man weet dat je masculine energy de dominante factor is. En als vrouw, zijnde dat je weet dat de feminine kant dominant aanwezig hoort te zijn. De mens raakt uit balans wanneer hij of zij door bepaalde redenen meer mannelijkheid of vrouwelijkheid moet inzetten dan dat er biologisch verwacht kan worden. Bijvoorbeeld, een man die aan huis werkt, maar niet genoeg kost verdient, verliest zichzelf in het zorgen voor de dagelijkse huisklusjes om de hardwerkende vrouwelijke partner, die hier de kosthaler is, op deze manier tevreden te stellen in de vorm van compromis. In praktijk zou je denken, dat is toch prima, de vrouw zorgt voor de kost en de man schiet financieel tekort, dus maakt het goed door huishoudelijke taken op zich te nemen. Maar hier heb je dus te maken met de vrouw die de masculine taak als provider voor het gezin op zich neemt. Waardoor de man, om balans te creëren, zich meer moet richten op de feminine handelingen. Dus de vrouwelijke handelingen. Mm -hmm. Dus het is een klein stukje. No, van, I love it. Thank you. En ik ga er verder op uitweiden. Maar ja. wat ik dus hier hoor, als ik het uh, koppel aan uh, de quote, dat is van je, maar je moet wel willen winnen. Ja. Dat betekent, je moet wel accepteren. Uh, dat je de man de man moet laten zijn yes. en de vrouw ook in haar kracht uh, moet laten. Ja, yes. en dat is dus die spel. Ja. Daarom de rollen in liefde gaat over. Als je het echt wil halen, als je dat spelletje wilt blijven spelen en niet uitspelen, ja. dan moet je de rol als man begrijpen voor jezelf mm -hmm. en de rol van jouw partner, de vrouw ja. en andersom. Je moet elkaar begrijpen, maar je moet ook echt de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen taken. Ja. En ik ben wel van, um, ik weet dat de man hoort te lijden. Mm -hmm. Dus um, dat is gewoon nature, zeg jij. Dat is nature. Is nature, yes. Want ga dat ook niet tegenwerken. Is dat het? Kijk, want we leven in een tijd waarin dat dus is vergeten. Ja. En dan, kun, dan heb je mensen die zeggen. Misschien sommige oh, maar... mensen nemen je zelf kwalijk als je bepaalde, als je zo ja. uitspraak doet van, ja. hey, ja. hallo. Die heb je nu. Maar het, het blijft zo van, kijk, om een voorbeeld te geven. Als jij als man jou continu emotioneel uit bij een vrouw. Yeah. Tranen, alles, mm -hmm. mij dit, mij dat. Kijk, de eerste, eerste vijf days die je met een vrouw hebt. En je zet jezelf neer als hoe je jezelf neer wil zetten. Yeah. Maar je bent het ook echt. Die vrouw kijkt op een bepaalde manier naar jou. Ze kijkt naar je op. Yeah. Want een de vrouw deed boven haar... Dingen. Een vrouw wil omhoog daten. En dus niet boven haar eigen waarde, dat bedoel ik niet. Een vrouw deed omhoog. Omhoog, ja. Juist. Terwijl wij mannen kunnen gewoon denken: van, hé, hey, ze Die ziet er goed uit. Ja. Ze is lief. Uh, ze weet hoe ze mij moet behandelen als man. Ze is zorgzaam. En dat is, ja, zorgzaam. We good. Ja, dat is alles wat ik nodig heb. Ja. Zorg, zorgzame, lieve, uh, mooie vrouw. Loyale vrouw. Ja, hoort erbij. Bij lief zijn, toch? Anders ben je niet liefde. Ja, 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 ja. Oké, okay, maar... Dan ben, je, dan ben je stout. Juist. juist. Maar wat zijn de ja. eisenvak van de vrouw? Oeh, wel een hebben, hebben wij even... Snap je? Dus een, een man moet kunnen provider. Hij moet ja. geld hebben. Uh -huh. uh, hij moet het liefst, het liefst zo'n lengte hebben. Het liefst mm -hmm. uh, zoveel zo verdienen. Ja. Het liefst uh, het seksueel gebied moet hij haar kunnen pleasen. Ja. Weet je wel, alles wordt in consideration genomen. En, en misschien deze ook. En andere mensen moeten zo naar hem kijken. Juist, als hij er de ruimte binnen Ja, dan moeten ze zien, oeh, yes. komt iemand binnen. Juist, yes, oké, okay, ja. maar dat kan alleen een leider zijn toch? Juist. Die vrouw die zo'n persoon beschrijft, dat is een leider. Ja, en um, als jij bijvoorbeeld, als, als ze dat beeld in het begin van jou heeft, ja. en uiteindelijk um, heb jij dus van die momenten dat jij je emotioneel zwaar laat zien op een manier dat zij denkt van, oké, okay, maar als ik met drama zit. Ben jij niet die muur voor mij? Of waar ik naartoe moet doen. Nee, want jezelf, jij bent je, jij, jezelf, ik ben nu jouw muur. Ja, snap ja, ja. ja. En daar, ah. snap je, en vrouwen zullen nu, niet alle vrouwen, maar velen zullen ook nu zeggen: van nee, ik wil juist dat een man zich helemaal geeft, helemaal maar emotioneel in en, Maar in praktijk is het Maar in praktijk gaan zij onbewust True. toch anders kijken. Al ja. willen ze die honesty van ja. de man hebben, al willen ze het, uh, to go to, de to-go-to-person zijn wanneer ja. het gaat om emotionele uiten, maar. Of emotioneel uiten, maar toch verandert er wat. Mm -hmm. En als je heel bewust bent van die dingen. Ja. dat je als man je op een masculine manier moet vertegenwoordigen. als je het bent tenminste. You, can, you cannot fake it. Als je een betaman bent. Oh ja, ik wil ja. niet zeggen dat alles wat jij net hebt omschreven. Ja. dat dat per se bij een betaman hoort. Juist. Maar grote kans dat je eerder bij een betaman terechtkomt. Uh. Ja. Dan. ah uh, ja. Ja, hoe zeg je dat? Kijk, ik, ten eerste geloof ik niet echt in titels. Ik snap het alfa-beta. Ja, ik probeer iets te duiden. Ik ook niet. Juist. Yes, uh, ik ook niet. Een betaman uh, kan heel gelukkig zijn uh, in. Je bent uh, heel voorzichtig aan het doen. Nee, ik, ja, want ik, ik ken best wel veel beta-mannen okay, okay, be okay, je ja, ja, ja. Dus ik zit te denken. Ik van, ben een betaman. Echt? Nee joh. Nee, 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 nee. Nee, nee, dat voelde ik ook niet. Nee, maar. Nee, kijk, een beterman is meer bezig met het met compromis sluiten. Oh ja, ja, ja. Met zijn of haar. Ja, met, 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 met zijn partner. Ja. Dus je merkt bij relaties van betermannen dat ze heel erg bezig zijn met. Uh, hoe, ook hoe de oh, vrouw te hè? Ja, ze Oh, zeg, Ja, ja vind je ja. dat goed? En niet vindt... alleen bij, bij vrouwen, ja. ook gewoon nee, nee, bij mannen. Nee, in live. Juist. In zijn... live, inderdaad. Op werk. Juist, ja, het zijn, het zijn, uh, je zal niet snel promotie krijgen. Nee. Omdat hij er niet naar gaat vragen. Nee, en anders op een andere manier. Ja, 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 ja. Door heel erg mee te gaan met de stroming. Mm -hmm. En um, ja, weet je, de grootste issues voor, voor dat soort mannen zijn ook vaak dat de vrouw te veel regeert in de relatie. Ja. En uh, daarbij kan je nog steeds als beta je verantwoordelijkheden nemen. Dus wel door, door het geld te verdienen, te werken en noem maar op. Maar toch mist die vrouw een bepaalde guidance. Weet je, ik blijf op, op guidance praten. Mm -hmm. Want leiding geven is zo belangrijk voor onze mannen. En als wij dat niet snappen, ja. dan wordt de leiding genomen door een vrouw. En een vrouw wil. And is dat een bad thing? Dat is het ding. Ik weet dat nu ik dit zeg, dat er al heel veel vrouwen denken van... Hé, hey, er zitten wat? feministen die kijken nu hun nagels yes. op tevreden en zeggen, die mooi boy Nino. Ja, oké, okay, maar die mooi boy Nino heeft genoeg ervaring. En... Um, het is gewoon zo dat een vrouw het liefst geleid wordt. Ja. Yeah. Maar wel alleen door iemand bij, bij, bij wie zij en van wie zij echt kan zeggen van... Precies, ze moet hem respecteren. You, I respect you. En anders wil ze ook niet geleid Hé, hey, maar, maar zie hoe moeilijk dat is. Want wat jij zegt is waar. Elke vrouw, maakt niet uit hoe haar karakter yeah. in elkaar zit. Of ze zichzelf of woman vindt of whatever. Yeah. Zij wil ook geleid worden. Dat vindt ja, ze fijn. Maar wel door de juiste man. Juist. Ja, niemand wil niemand alle antwoorden hebben. Weet ja. je? En alles maar weten. En vooral... Uh, um, ja, hoe, het is zo onaantrekkelijk als je als vrouw zijnde dat gevoel hebt van bij jouw partner dat jij alles weet en dat jij die persoon moet sturen. Dat, um, kijk geven is ook van al lopen we, dat is een hele kleine situatie, maar al loop je samen met je, met je partner loop je op straat s'avonds. Mm -hmm. Ze moet zich veilig kunnen voelen. Yeah, right. Zij moet kunnen voelen van oké, okay, als zij zegt van we gaan, we gaan naar die straat of we gaan naar die winkel. Ja. En jij voelt gewoon van hé, hey, iets in mij skin theory zegt van Dan het klopt niet, niet. Ja. toch? Dan moet je gewoon kunnen zeggen van hey, we lopen om, ja. no questions, we just do that, ja. weet je? En als je daar al een vrouw van maar hoezo? Dit is toch een kortere weg en dit en dat? daar daar kan je al die disbalans merken van de ja, ja, ja. leiding is al niet ja, 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 ja. op Hoor de, de juiste zei. positie. Dit is een hele kleine, misschien zelfs onbelangrijke voorbeeld. Nee nee helemaal niet. Dat zit hem in die kleine dingen. Juist. Juist, yes. en daar, daaraan kan je zien van. Uh, ja, ik wil de Bijbel niet quoten. Mag wel. Maar, uh, en, en eigenlijk hoor je het ook alleen te doen als je het exact kan doen. Maar er staat letterlijk in de Bijbel: It's better to dwell in wilderness than to be with a combative woman. Met andere woorden, als je een vrouw hebt die jou niet respecteert, die continu tegen jou ja, ingaat, ja, ja. Ja, ja. is het beter om alleen te verdwalen in de wildernis. Want ja. een man. Moet. Uitspraken. Ja, een man moet en wil <laughs> zich respect voelen. Uit de voelen. Bijbel. <laughs> Juist, weet je. Eh... Uh, uh. Maar oh. ik ben het er helemaal mee eens. Juist. Yes, maar nee, waarom nee. ik zo moet lachen ervan? Want je weet dat mensen denken: ho, ho, ho. Maar dat betekent dat je niet luistert. Ja, en dat is mijn ding. Van, ik, ik ben hier om te inspireren. Dus <laughs> ja, als, te als, als dit die cognitieve <laughs> dissonantie naar boven brengt bij mensen: yeah. van yo, wat de fuck zeg jij? Ja, en, ja. Wat, wat, wat ben je wel niet voor een uh, anti-feminist of nee, weet nee, ik veel wat? Ja, dat, dat komt helemaal niet. De... It's okay. Dat heb ik je. Ik vind nu dat ook. de anti-feministe reactie. Als je, gelijk yes. daarop, als je het gelijk daarop gooit. Juist. Yes. Uh, nee, ja, want je bedoelt het goed. Want het komt voort uit dat, we, dat, dat ik zei, je moet willen winnen. Uit de liefdesquote. Kijk, er zijn gewoon bepaalde verantwoordingen die wij als man horen te nemen. En de vrouw als vrouw hoort te nemen. Er zijn dingen waar mannen beter in zijn. En er zijn dingen waar vrouwen beter in zijn. Er zijn heel veel dingen waar vrouwen beter in zijn. That, exactly. Yeah. Dus, en ik ben voor de duidelijkheid, ik ben ervan zeker dat wij gelijk zijn maar uh -huh. dat wij als man en vrouw complimenten van elkaar zijn. Yeah. Niet, niemand is beter, maar we zijn complimenten van elkaar. Uh -huh. En als jij hetzelfde wilt doen als je partner, maar je bent anders, dus dan bedoel ik biologisch anders, emotioneel anders. Vrouwen zijn over het algemeen meer emotioneel ingesteld. Dat wil niet zeggen dat er niet een super emotionele guy kan zijn en een uh -huh. super koude vrouw dat bestaat. Maar over het algemeen zijn er bepaalde dingen te merken. Als je bijvoorbeeld denkt aan uh, de hoogste percentage mensen die in de zorg werken of met kinderen werken, zijn het mannen of vrouwen? Ja, ja, ja. Het ja, zijn dat ja, ja. vrouwen. Ja. Weet je, als het gaat om de, 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 de hoogste percentage mannen die... of mensen die werken in de bouw, mm -hmm. weet je, die, die risico, uh, risicovolle banen nemen waarbij je fysiek intensief moet zijn, ja. zijn het de mannen. Dus stel het lichtvat uit, want nu is het allemaal heel mooi, we leven in een mooie tijd, maar stel... Althans, stel, yeah. het licht valt uit. Juist, yes. en we moeten ze vijven. En we moeten ze vijven. De supermarkten zijn dicht. Ja. Wie gaat naar buiten om het eten te zoeken? Wil je dan die persoon zijn, wil je dan die vrouw zijn die alles altijd zelf doet, like you used to? Ja. Yeah. Wat al een masculine trait is, dat jij alles moet zelf, is zelf dat, doen. Is dat iets verkeerd als een vrouw een masculine trait heeft? Het is een overlevingssysteem. Die in elk mens zit. Wat ik zeg, je hebt meskulineerd. En ga daar niet tegen in. is wat jij zegt. Nee nee, 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 nee. Kijk, als je als vrouw zijnde. Zoals bijvoorbeeld. Uh, mijn eigen moeder. Yeah. Als je er alleen voor staat. Je moet, je moet het geld binnenhalen. Yeah. Je moet. Uh, in, de, in de avond soms alleen naar buiten. Yeah. Waarbij je normaal zou zeggen van. Waarbij een man zou zeggen van. Hé, hey, blijf jij thuis. Yeah. Ik doe deze boodschap even. Het is uh, kwart voor negen. Yeah. Weet je? Ja, ja. Um, die vrouwen. Ontwikkelen een masculine uh, ja, schild die ze gewoon natuurlijk hebben. Want wat ik zeg, wij mannen hebben ook de feminine kant. Weet ja. je? Ja, ja, ja. ja. Uh, bijvoorbeeld kunst. Wanneer we onszelf artistiek uiten, dat is feminine energy. So it is? Niet masculine, nee. En ik ben een artist. Ja, ja, ja. Snap je? Dus dat gebruik ah. ik ook. Dus ik, ik lees hier iets voor wat misschien anti. Uh, fem, f, je weet toch, vrouwen kan maar overkomen. Het, het, het is neergezet maar het is vrouwen, vanuit jouw feminine trait. Juist, ja, ja, ja. dat creëert. Ja. Weet je? Maar met de masculine mindset. En, ja. Um, ja, weet je. Dus ik vind het niet raar. En het is natuurlijk dat een vrouw die er alleen voor staat zich zo opstelt. Maar dat ja. doet ze dus natuurlijk omdat er geen balans is. Mm -hmm. de man, er is geen man. Ja. Die, die dus het is zo. survival mode eigenlijk. Ja, waardoor de vrouw kan zeggen: van oké, okay, ik kan nu even wat meer relaxen in het leven. J jij hebt mij, ik heb jou. Jij doet dit, ik doe zus. Als de deurbel gaat, ja. wie gaat naar de deur? Juist. Kleine zelfs. dingetjes. Ja, 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 ja. ja, ja. Snap je? Groots zijn, ja. Dat ontbreekt als een vrouw alleen is. Ze moet dat allemaal zelf doen. Dus je wordt harder. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk niet natuurlijk. Doop. En yeah. by the way, wat jij net hebt voorgelezen, dat komt niet voor mij aan die uh, vrouw over hoor. Dat komt over als: uh, Dit is hoe ik denk dat de relatie gaat werken als jij dit soort natuurlijke dingen volgt. Het is hoe het is. Want het is natuur toch? People just don't uh, wanna, je you know, je don't... denkt ineens: Het is het is. Het is hoe het is. is. Ja, alles is in <laughs> balans. Je, je weet toch, we hebben. Er is een reden waarom je dus de man hebt en de vrouw en als dat samenvoegt, yeah. het kind. Dus heb je, we hebben elkaar nodig. Ja. Snap dus jij, om elkaar te complimenteren, moet je gewoon weten wie's, wie's, uh, uh, wat wiens eigenschappen zijn, krachten zijn en uh, voordelen zijn. En als je dat samenvoegt, heb je een sterke relatie. Uh, ik weet niet wie het heeft bedacht, uh, maar degene die heeft bedacht dat jij een boek moet gaan schrijven, briljant. Want uh, klopt, dat hoor je ook vandaag. Alles wat deze man deelt. Jij moet een boek gaan schrijven, je bent ermee bezig. Ja, uh, wat is het verhaal van het boek? Uh, je hebt al gezegd hoe het gaat heten, herhaal het nog eens. Te Diep voor Rap. Te Diep voor Rap. Ja, want in eerste instantie stelden mensen meteen het link aan rap. Ja. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Nee dope. Ja. Uh, wanneer, wanneer kunnen we zoiets verwachten? Ik denk dat uh, wanneer dit uitkomt, ja. dat het te zien is. Omdat oh het, dope, uh, ja. waar? Uh, je, ja, je kan het gewoon downloaden via mijn website. Ik ga dit en, je downloaden. Ja, toch? Okay. Uh, Booksareportals.com. Dus het is een eigen website ook. Okay. En anders check gewoon even mijn social media, Nino the Legend. Ja. Dan uh, vind je een link, je weet en en, nog, uh, ja? Het komt ook op bol.com, Amazon, alles. Okay. Maar dat iets later. Ik begin eerst even op mijn eigen web. Nee, is dope. Is interessant. En ja. zelfs als je uh, deze, dit klein fragment hebt gehoord en denkt van... Wat? Misschien moet je heel dat ding even lezen. Om uh, te begrijpen. Uh, wat echt zijn boodschap is. Ja, man, want mijn respect voor de vrouwen is heel hoog. Ja. En uh, ook in de zin van. gelijke rechten, uh, gel gewoon gelijke waarden. Mm -hmm. ik, ik kijk juist zelfs meer op naar vele dingen van de vrouwen. Ik heb, ik heb altijd. Ik zeg dat wel eens van. Jij kan het misschien ook wel jezelf daarin vinden. Like in de Surinaamse cultuur toch? Mm -hmm. uh, Bijvoorbeeld, mijn. Mijn opa straalde altijd een dominante kracht uit, toch? Ja. Iedereen wist van als, 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 als hij in het huis was, je moet je gedragen. Mm -hmm. Dus dat, dat was er wel. Maar wie kan die mannen die van hem afstammen, de, want wij zijn ook zo, ik, mijn ooms, mijn neefjes, we zijn ook die dominante mannen, in ieder geval in mijn bloedlijn. Ja. Uh, wie kan dat gevoel gewoon eventjes demperen? Dempen? Dat is mijn oma. Dat is de Queen. Yeah, yeah, yeah. De Queen Goddess. En yeah. daarom, ik heb zoveel respect voor vrouwen, omdat in real life voel ik dat ook. Bij een man kan ik mezelf dus meer masculine neerzetten. Yeah. Maar bij een vrouw voel je gewoon van: je toch, eigenlijk, wij mannen zijn ook echt daar om vrouwen te beschermen. Like we basically are the soldiers for women. Je merkt het ook in, in, ja, ik wil niet vergelijken met dieren of zo of insecten, maar je hebt de Queen Bee, toch? Yeah. En de wespen. De bijen, om het zo te zeggen. Mm -hmm. De vrouw is de queen, man. Ja. En wij zijn daar om te protecten en te providen. Ja. En hun zijn er om alles wat wij brengen, om daar iets van te maken dat ja. wij niet kunnen maken: ja. Ja. van voeding tot kind, tot het weerspiegelen van hoe liefde moet zijn. Ja. Safety is voor de man, maar de vrouw kan de man dat gevoel geven op een andere level, gewoon. Maar ja. ja. Nee, Troeman. Ik zeg altijd. Uh, bijvoorbeeld mijn moeder. Uh, wij denken allemaal. Ay. Iedereen kijkt zo naar zijn moeder. Tenminste, veel mensen kijken zo naar uh, hun moeder. Uh, ja. Superwoman. Ja. Ik breng haar nog een stuk verder. Mijn moeder is Superman. Wow. Dus als je Superman ziet, zie je zo'n kerel. Ook nog een witte gast. Ook met de cape en al dat soort ja, dingen. Ja, ja. Als ik Superman zie. Ja. Zie ik die. Uh, Inheemse vrouw. Yes. Uh, die je gewoon zomaar kan schreeuwen. Yes. Cintori. Yeah. Uh, maar die is loyaal en die staat voor je en die beschermt haar kind. Komt op voor de kinderen hè. Mm -hmm. uh, dat is mijn moeder. Dus... Uh, I love it man. I love it. The Queens respect. Ja yeah, man, queens, sowieso. Man. Shit. Uh, Nino, no. wat moeten we nog meer in de gaten houden? Uh, het boek heb ik al onthouden. Ja, gewoon muziek ook man. Muziek toch? Ja, stilte maar, voor Volgens mij stond. moeten we zijn bij jouw uh, uh, socials. Represent het even. Uh, ja, Nino the Legend. Gewoon aan elkaar vast. Uh, de is gewoon T-H-E, dat is Engelstalig. Ja. En uh, ja, zo heet ik gewoon op Insta. Uh, op alle socials die, uh, die je gebruikt. Want ik weet dat iedereen die een Nino kent... Uh, zelf die zullen denken van, hey, die Nino is erg boeiend. Je kent hem al, maar je hoort het hier, uh, omdat we hier de liefde opzoeken, mm. begrijp je? Uh, en als je Nino nog niet kent, genoeg reden om hem te gaan checken. Want dit is dan een fragment van Nino komt de boek aan en uh, hoor die man praten man. Daarom heb ik je uitgenodigd man. Thank you man. Daarom heb ik je uitgenodigd. Ik wist het niet, maar ik wist het. Yes. Ik wist het. Ik wist dit. Uh, Lobbyman, check Nino uit, maar check ook Gilles Love Loveline en support die shit. Uh, deze lobby movement. Gilles Love Loveline op TikTok. <laughs> ik. Ik moet nog steeds lachen dat ik TikTok hier aan het representeren ja, ben. Nog is... nooit gedacht dat ik erop ik zou zijn. Erik, net dat je zei: uh, Promoot je socials. Ik heb TikTok, maar ik ja, dacht. Heb je TikTok? Ik ben ja, Nino weet... bij alles ja, gewoon. Het ja. idee is van: Ja, de jongeren. Nee, ik zeg het je. Ja, is, is, is nog leuk ook. En zeker wat ik daar doe. Ga checken. Maar ik ben dus ook op Facebook, Instagram: line Hey, that's it, man. Lobby, zoals ik altijd zeg: even it ain't about love, it ain't About nothing. Tot de volgende date, jij. Dope, Dop, Dope. Dope en Varlijk. Ja man.